The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik ben hier aan je bezorgd. Als het ergens over moet gaan. Zend de MSD! Naar de feest! Gribbels of kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom te de AA. De vakantie is voorbij, het schooljaar is terug begonnen, de kinderen zijn eindelijk het huis uit voor iedereen. Een nieuw begin, zo ook. Voor ons, was jullie duidelijk kunnen zien, Andries, Marijke en mezelf hebben de verhuizing en de vakantie overleefd. En met een lichte trots stellen we jullie allemaal voor aan onze nieuwe studio. We hebben tijdens deze letterlijk bewogen zomer van alles gedaan. Verhuizingen, festivals, zwembaden, operaties, alles passeerde de revue. The break's over, time for the takeover. We're back, pals and gals. Hier zijn we, hè? nieuwe studio. Kijk eens aan. Ja. Hoe voelt dat? Raar. Beetje ook wel, hè? Ja, nee? het, is beetje, het is een beetje winnen, hè? Nee? We hebben veel te veel plutsalver met te beginnen. Dat zeg ik al niet gewoon, dat ik niet al drie dingen om als ik beweeg. Dus dat is al, al tof. Het zit er ook ineens. Ze uh, um, zeggen altijd dat je zo vooruit moet gaan in het leven. <laughs> maar soms kun je ook wel te veel vooruit... Ja, is zo'n zo Jean-Claude Van Damme tussen twee stoelen. dat je denkt: uh, oké, okay, cool. Uh. Dat zijn zo van die. Ook die de mensen die. Ja, dat kunnen natuurlijk zoals dat je ziet, kunnen het niet zien. Mm -hmm. Maar dat zijn echt camera's. Ja, dat, dat, is ja. die, dat is niet zo. Wat iedereen tegenwoordig wel heeft. Hè? Of, zo, nee. of, zo, of de hippe jonge kids. Zo van die mini vlog dingetjes zo. Dit zijn echt camera's. Ja, ja. <laughs> er staan hier camera's in de kids <laughs> En we zitten hier in een studio. Ja. We zitten hier met een Andries op zolder. Had jij niet toen, toen uw huis leeg was. Hè? Want, want jij zei uiteraard ook. Niet alleen is dit allemaal verhuisd. Maar jij zei ook verhuisd. Was dat niet weird om zo die lege kamer te zien? Ik vond dat raar. Ik kon de eerste keer. Toen Sabrina tegen mij zei van God even kijken, de kamer is leeg, dan dacht ik. Nee, ik heb er eigenlijk geen zin in. Zo. Ja, je kon er uiteraard niet ontdoen, want je wordt op vakantie of zo. Maar mm -hmm. natuurlijk, we hebben daar uh, dat helemaal moeten inpakken. We hebben er 40 dozen buiten gesleurd. Ja. Dan verandert al wel eens de relatie. Timing is alles. Hey, timing is alles. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, als je 40 dozen het buiten gesleurd. Dat verandert de liefdesrelatie met een kamer. Ja, dus ja. ergens was het ook wel. Uh, waar we ook natuurlijk wel een beetje blij dat het, dat, het, uh, dat het voorbij was. Maar ja, het is raar, hè? maar het is wel grappig. Uh, dus. Uh, dus de, want ik heb dan. een ja, paar dagen later, dan, uh, de sleuteloverdracht. en de. wat is het allemaal. Af, af, afsluiten van de energietoestanden. Ja, ja. En uh, we, hadden, we hadden zo. Uh, in het kamerke. Dus het is helemaal leeg. En ik had eigenlijk één schap had ik laten hangen. Dat was ook wel, het, by far, het, het beste schap dat er nog van overschot Het was zeker ook het rechtste. En daar hadden we dan een boek op opgelegd ja. Voor de nieuwe eigenaars, zo. we hadden die ook getekend. En uh, wat ze heel tof vonden, die mensen vonden superleuk. De, de, de vrouw des huizes of zo zei ook van, ja, maar ik luister er al ervoor dus wel grappig. En nu ben ik te weten gekomen dat um, als je bij die mensen nu blijft slapen, ja. dan is dat de logeerkamer. Okay. En er staat nu een bed, en dat schap staat er nog altijd met dat, met dat boek erbij. Och. Dus dat is eigenlijk een beetje zo voor de gasten, slapen nu uh, in die kamer. En ze hadden nog net niet zo'n zo plakkaat op de deur zo gezet van hier, huis de vroeger, ja. ooit, welcome ja. to the AA. Zo. Ja. Zou wel zijn. Als dat zo'n bed and breakfast was, dan konden ze deur vragen. zo. <laughs> De podcastkamer. De podcastkamer. Ja, dat is natuurlijk eh, 200 euro per nacht meer. Ja. Stel daarvoor. Het is wel dus. zo, um, maar, dat, uh, maar eigenlijk moet je nooit ook wel eens komen. Of zo. De, de, de Camillus, Carlo François en haar man. Uh, verlieft, ja, 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 de, de Camillus. Ja, ja, die hebben heel goede dingen online. Wat die tegenwoordig doen, uh, is zo ja die, Zo de toerist uithangen, vooral hem, maar die gaan naar de meest vreemde dingen ooit. Mm -hmm. En een van die dingen waar ik echt niet goed van was, uh, ik kon het proberen op te zoeken, maar ik zal het al zeggen, dat kun jij even overpakken voordat ik het opzoek, dat is zo in Duitsland, ja. en dat is zo een, um, een, uh, ja, een soort bio... Ja, Centerparks. Mm -hmm. Maar ze hebben zo'n soort tropisch eiland erin gestoken, maar je ziet eigenlijk al op de, op de folders dat dat een beetje shabby is. <laughs> en, en wat zij nou doen is. Dat nou ja, ze met dat plusje papagaai en ja, ja. zo van die, dus die dingen. Dus wat, wat die doen is nu. Um, uh, want de reden dat ik dit vertel is eigenlijk omdat de Camillus degene is die de kleine bordjes zo, zo maakt in de stad mm -hmm. zo hier huis de ooit van die bullshit dingen daarover later meer maar die maakt dus zo van die toeristische dingen maar om ter slechtste. maar ja. die reizen dus echt letterlijk duizenden kilometers denk ik om dan zo in ik denk dat Denemarken is of zo, naar een dorpje te gaan waar dat dan zo. Karensklit heet dat dan. <laughs> <laughs> en dan zitten die met twee zo voor, voor, de, voor dat bord stond, maar de blijdschap druipt er dan zo wat af. Ja. En, uh, en, uh, en dat andere ding was dus uh, zo, zo een soort ja, uh, waterpark. Um, en ik zal het even opzoeken, maar het is, onwaarsch het is onwaarschijnlijk ja. dat, dat dat nog bestaat vandaag de dag. Uh, wacht ik ga even kijken of ik het kan. Dat ik het kan, kan vinden. Ja, hier rare reizen en nutteloze borden. dus, uh, okay. dus als er ooit een bordje aan de huis komt van hier huisde ooit uh, de podcast. Dan, dan is dat nog niet het ergste dat er ooit gemaakt is. Want die zijn toch al ergere dingen gaan zoeken. Ja, het eerst in de nieuwe studio begint al, het internet kan al beter. <laughs> <laughs> Groeipijnen. Je gaat het al moeten boosten van, uh, ja, van hier ja. tot daar. Alright. Ja, denk, We dus vinden al... toch al foto's, dat is ja, al tof. Ja, onze... onze trip naar de hel, dat is al wel redelijk interessant, moet ik zeggen. Ja. Waar zaten ze dan? Ja, hier, hier, hier dit Ja, is... Karens, Karens <laughs> Maar overal ook... Uh, ja, ja, die, ja, dus... Uh... <laughs> Neukrug, oh my god, aars. Ja. camping. <laughs> maar vooral ook dat je hele vakantie in teken van ons zet. Om die... Hier, hier, hier. Karensklid. Ja, vooral ja. ook. Uh... Vooral dat die pijl ook wijst naar klit. Dat uh, is ja, ook wel heel funny. Welke schunnige plaatsnamen kunnen we nog bezoeken? Ja. Uh, maar ik kan echt proberen. Ik te... heb er nog een voor je. Hier, hier, dit, dit bedoel ah, ik. Ja, dit ja. bedoel ik. Ja, zie, zie. Een oude Zeppelin hangaar. <laughs> zie, zie, zie. De grootste. Dat, dat... Oh, dat, oh. dat is toch fantastisch? Ja. Dat is een klein beetje... Ja. Dat is zo Plopsaland, maar dan niet meer... Plopsa indoor, maar, maar zonder... Hier, hier. Het geld. Ja, de regio. Gaat... En biedt gewoon je ook iets heel fout doen. Je zit dit, dit, dit. Met een luchtballon in een hangar. In een, een, in een Op een Met, met een mens die nu onder de lijbaan voorttrekt. Ja. Dus je zit eigenlijk in de vlieger van een mens. Ja. Uh. Heel, is ook één gedekte <grij>. tafel. Dat is ook heel tof. Hier, hier <grij> ja. van françois In de... Ja. Wel ja, dat, dat er beneden een gast staat die nu door dat ding trekt. Ja. Ja, en, uh... en dat je hoopt dat je nergens achter blijft hangen, want dan komt dat ook niet goed. Ja. Ja, in ieder dan geval... ik heb er nog een goede een bord voor hun, moesten ze nog uh, schunnige namen zoeken. Helemaal in het noorden van Nederland, vlak aan de Waddeneilanden hebben ze heb het uh, prachtig genaamde Seksbirum. Dat kun je misschien ook wel eens proberen. Seks Pink... of six? Sex bier Seksbierum. Sex Eigenlijk, zoals Seks en Bier en dan UM daarachter. Oei, oei, dat is nog wel een eindrijden. Ja, Dat is een entje rijden. Ja. 306 kilometer. Ja, daar denk ik ooit eens voorbij gereden en dat vond ik misschien een van de beste namen die ik ooit gezien heb in mijn leven als het ging over uh, plekken waar je naartoe moet. Ik denk niet dat er veel te zien is in Sex Bierum, maar uh, de naam alleen al, als ze toch zo ver rijden voor naast een bord te gaan staan, dan kunnen ze daar misschien ook wel even. Doen. Ja. Okay. Ja. Ja, wel een goede toevoeging wel. Ja, ja. <laughs> uh, maar dat was dus uh, uh, ja. dat eigenlijk allemaal om te zeggen dat het kamertje uh, nu uh, een soort ja, mooie mooie logeerkamer geworden is. En dat vond ik eigenlijk wel goed gevonden. Of zo. Ja, right. mooi, mooi, mooi. Zeggen, jij hebt voor Willy wel uh, de, een paar festivalletjes kunnen doen deze, deze zomer. Moet ik ook wel zachtjes. Uit... Je hebt eigenlijk een werkzomer gehad, hey, min of meer. Ja, ik, ik, ik vind altijd wel, uh, zeker als je, als je voor de radio werkt, dan moeten werken wel uh, tussen aanhalingstekens zetten. Ja, natuurlijk alles wat wij doen, moeten ja. werken tussen aanhalingstekens zetten. Ik herinner me aan voor me altijd... mensen met een echte job, sorry. Ik, ik herinner me nog <laughs> altijd uh, het schooljaar 1996 of zo. Dat ik uh, als vakantiejob uh, in, uh, bij uitgeverij. Plantijn, uh, mm. schoolboeken in, uh, in dozen voortstouwen was. In ja, ja, paletten. Ja, ja. Daar vond ik harder werken dan, uh, dan de festivals doen. Maar inderdaad, ja, hoewel dat ik toch. Het positief is voorbij. Ja, ik heb heel veel gedaan. Um, ja, dat is wel heel tof. Maar ik heb al een aantal jaar terug. Dat ik mijn liefde voor, voor een concert concerten te gaan en, en festivals, dat ik dat een beetje teruggevonden heb. En, dan, en op festivals ja, voel ik dat worde ook wel... dat heel hard kwijt omdat, je veel, veel, omdat wij veel toerden en jij ervoor met je bands... worden dat even beu, of, of wat was dat dan? Wat ik denk dat dat vooral is als je zelf in een band zit, dan is alles wat dat met een festival te maken heeft en andere bands, dat, voor, dat Bij mij je er altijd voor een, een, dat je nooit ontspannen naar iets kon kijken, want ja, 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 ja. het was altijd... Oei, is dat, dat beter? Dat doet niet beter. <laughs> en dat doet niet beter. Heet dat, dat, dat meer volk? <laughs> en, en pakken dat, die dat beter aan? En dat doet niet beter. En dan daar op die affiche. En uh, dat wordt sowieso herkenbaar voor mensen in bands. Absoluut. En als je dan uh, daar allemaal vanaf bent en je kunt er dan aan de andere kant gaan staan, wat ik nu basically doe, mm -hmm. ja dan heb je ook wel door van, uh, dat dat eigenlijk leuk is hè, om te doen. En, en zeker ook festivals, uh, vandaag een dag, um, ja, het is een... Een vreselijk woord, hè? het woord beleving. Oh. Oh. <laughs> maar wat beleving wel voor gezorgd heeft, is dat, dat het allemaal wat comfortabeler is. Uh, en dat is toch wel iets. Het is ook allemaal een beetje prijziger geworden. Ja, dat, dat is nog maar zachtjes uitgedrukt ook, ja. denk ik. Hè. Eh, nee. <laughs> ik herinner me dan vooral uh, de parking van de Werchter. was wel een topper, zo. 25 euro. Dat je denkt, wat? Ja, volgens mij. Ik denk, ja. ik denk als je, dat je niet te ver moet teruggaan. Mm -hmm. Maar echt niet te ver moet teruggaan in een tijd dat die grond 25 euro de vierkante meter was. Ja, ja. Voor te hebben. Ja, ja, ja. ja het is dat. Dus, uh... Ik had het kunnen kopen, begot. Voor wat ik daar heb uitgegeven voor de weekend. staan. Ja, 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 zeker, zeker omdat het dan ook 25 euro was voor in een te staan Ja, en niet alleen dat, maar dat was ook zo. Dat is niet 25 euro en dan, dan zit er voor het weekend en zei dat je hem laat staan en je blijft daar ook. Maar als je dat niet doet, dan is het ja, graf red. Betaalde ze terug. Hè. Ja, het is ook per, ja, is... U, per euro, is het ook. Uh, is dat ook gelijk aan de minuut dat, dat het geval naartoe moet stappen? Ja, ja, ja. ja, dat is eigenlijk nog uh, zachtjes uitgedrukt. Bij ja. Werchter was dat ongeveer juist. Ik denk, wat oh, was dat, pukkelpop? De eerste dag dat we daar naartoe gegaan zijn, voor ons dan, he, was de, de, de vrijdag, de dag van Billie Eilish. En dan stonden wij op parking 10, ik vergeet hem nooit meer. Je stond ook 10, omdat hij minstens 10 verder ligt dan die 9 ervoor. Ja. Dus je parkeert daar en wij waren drie kwartier aan het stappen vooraleer wij er waren. En ik kan al zeggen, heen is al vervelend, maar als je zo s'avonds de laatste act hebt gehad en je denkt nu gaan we naar huis, dan is dat nog veel vervelender. Ja, ja. Maar. Als je natuurlijk, dat is natuurlijk het voordeel, als je zo wat hé, door moet werken, dan heb je zo wel een ander bandje. En dan, dan een betere camping. En, eh, ja, en, en dan wel een beter bandje vooral. <laughs> en, dan, dus, uh, en een betere parking. Dus uh, ja, ja. ik heb me eigenlijk wel echt goed geamuseerd. En, ja. en uh, ook een aantal jeugdhelden mogen interviewen. Uh, toch Andreas Kisser van Sepultura of zo. Nice. Dat was toch wel. Uh, leuk. Dat was op Alcatraz, zeker. Dat ja, was op Alcatraz. Ja, ja. Vooral ook omdat hij uh, ja, helemaal was zoals ik hoopte dat hij ging zijn. Oké. Okay. En dat was zo... Uh, ja, die was gewoon cool. Spreekt hij een beetje zoals de Martin Furia? Is dat ook zo? nee, dat, uh, nee, nee, nee totaal nee. niet? Nee, die spreekt eigenlijk... Je neemt goed pas wat ik zeg. Maar die spreekt eigenlijk minder caricatural dan, <laughs> dan, dan de Martin. Oh, de Martin gaat daar niet ja. 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 Uh, hadden, Martin always sounds like this. Uh, ja, ja. En je denkt dat is hoe je je eigenlijk voorstelt dat hij je spreekt. Ja, de Martin maar... denkt altijd wel van ja, we zitten hier in de scène van narcos of zo. Ja. Terwijl Andreas Kisser was eigenlijk gewoon Andreas Kisser. Ja. Uh, maar dat was wel cool. Ja, die was, want hij was ook die, die was zeer vriendelijk. Um, maar die was ook niet zo over. Hey, die deed zoals elke normale coole mens zou doen als je iemand juist leert kennen. Ja. Um, maar dat was wel. Hey, tof, want ik heb natuurlijk ook wel liggen researchen en die net dus eigenlijk, um, dus ja, buiten Sepultura he, heeft hij ook een radioshow al een aantal jaren? Een hele populaire, hè? Nee? Ja, een ja. populaire, dat ik hem ook soms met zijn zoon doe. En, en dan heb ik dan wel wat dingen gevraagd. Of ze, nu, dat is geen diepte-interview, dat blijft mm -hmm. natuurlijk relatief kort. Maar ik vond het wel tof hoe dat je die, 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 kind, die familieband. Want daar hebben we het niet over gehad, omdat het wat kort was. Um, maar zijn vrouw is ook vorig jaar overleden uh, ja. aan uh, darmkanker, uh, als ik me niet vergis. Ja, nog De, jong dan niet. Hij, was hij dan niet. Nee, nee inderdaad, nog jong. Hè, want kisser zal, denk ik, tussen mij en uw leeftijd zitten. Ja. Um, als ik me niet vergis. Dus dat, dus dat je voelt wel als een gast dat wel, hebben we meegemaakt. Maar dat is mm. vooral. En dat vond ik er wel heel cool aan. Dat is de, de nieuwe, eh, sinds al jaren, sinds Cavallera weg is natuurlijk, is dat de leider, maar je ziet dat ook. Ja. Zonder dat hij een autoritair is, maar dat is wel een ventmechanisme. Mm. Uh, ja, dus dat, was, dat vond ik wel, uh, dat was wel tof, want een goede een gemeenschappelijke vriend van ons, Raf, die stuurde het zo, zodat hij dat filmpje zag van: ja, had dat ooit gedacht? Toen dacht je: Arise of, of Chaos in ja. die, En dat zijn clichédingen, cliché dingen. Hè, want dan kun je eigenlijk. Maar dat is wel waar, hè? Bedoel, maar je staat daar op den duur niet meer bij stil, omdat je zoveel van die dingen doet. Maar, maar, als je dat dan doet en je staat daar even bij stil, ik was dat zelfs al vergeten dat iemand een thema zei. Je hebt Kerry King ooit geïnterviewd voilà. van Slayer en je denkt, ah oh ja, ik heb ooit Danzig op een telefoon geïnterviewd. Er zijn zo van die dingen dat je denkt dat je dat nooit gedacht als klein mannetje toen je daar naartoe ging dat je dat ging doen. Hè. Ja. Ja, dat is stof. En dat, dat zijn allemaal van die. van Natuurlijk, uh, keeping it real hier, daar zijn natuurlijk ook. Er uh, zijn ook minder leuke dingen aan. Hè. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik, heb ook, ik heb ook twee mensen van, van dit mogen, mogen interviewen. Maar ik bedoel, ik wil dat wel even vertellen, dat was super cool. Dat was uh, Kiko en, en James, die waren fantastisch. Dat was ook een heel tof interview, die waren super leuk. Maar. Om even te zeggen hoe dat dus gaat. Dus je krijgt dan... wat eh, kreeg dat pas op de Lokse Feesten. Je krijgt dan eh, van de uitstekende persdienst trouwens van de Lokse Feesten. Moet wel echt gezegd worden. Zeer goed georganiseerd op alle vlakken, dat festival. Maar dus ook als, wat de persdienst betreft. En dan begint dat van... Uh, ja, zeg, uh, wilde Dave Mesteen... Kun uh, Dave Mesteen interviewen ja, Zanger, gitarist, ja. songwriter, main man. Ja. Voor de mensen die het niet zouden ah, wel, weten. Maar Mesteen ja. is, is echt een wereldfiguur. Eh. Ja. De man die uh, in Metallica zat en niet... Ik kon je is... een seconde onderbreken... Dat heel funny, maar ik had nog de neiging om naar daar te kijken waar vroeger de camera stond, waar ik in praat Ah, in ja, ja. en dat is na daar. <laughs> dus dat je soms nog zo raar kijkt, zo omdat je nog niet weet hoe dat staat. Tot die renders, we zijn er ook aan aan het winnen. <laughs> Sorry, uh, mag jij worden aan het zeggen? Wel, dus uh, dus mijn Steen is eh, de main man. Dus je krijgt smorgens morgens, krijgt morgens dat, dat, dat bericht van kun uh, je kunt hem interviewen. En ik geef wel eerlijk toe, dat was bij mij zo. Oh shit, mijn Steen, ja. Dus ik denk... Ja, de... ook, ook niet de reputatie voor altijd de gemakkelijkste te zijn. Nee, hè? Het schijnt mm -hmm. dat het meevalt, maar goed. Ja. Uh, dus... Uh, maar je weet wel, dat is raar, want dat lijkt nu precies... Als het niet besteed is dat je aan minder je best doet, dat is niet, maar het is toch anders. Mm -hmm. Dus ik begon echt like, een zot uh, te researchen, want dat is heel last minute. Dus je ja, begin te gaan, te gaan, te gaan, te gaan. Maar dat ging echt letterlijk over: ja, die heeft wijn uitgebracht, uh, zijn ziektes, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Je wint dat te doen. Je, je weet dat je maar eigenlijk tussen de vijf en de tien minuten hebt. Dus een vraag is toch anders. Ja. Dus je moet ze echt van buiten leren. Um, ja, Op zich is het Engels niet een probleem, maar het is wel in het Engels ook. Dus het moet allemaal wel wat kloppen. Dus oké. Okay. I got this. Eh? En dan, uh, dan komt het eraan, en dan, of dan een uur voordat je naar vertrekt, is dan de persdienst. Ja, sorry, ja, het is toch niet Dave? Ja. Yeah. Uh, ik zeg, ah ja, ja, we weten het nog niet. Maar het kan dus zijn dat het niet Dave is. En als het niet Dave is, dan is het uh, Kiko of James. Kiko, de andere gitarist, James, een bassist. Mm -hmm. Dus oké, okay, ja, ik Freek tot en met. Fuck. Ja. Ik is alles op die verkeerde search. Dus Kiko, want ja, ik zeg ja, is het een van de twee dan? Ja, nee, nee, we weten het niet. Wat kan dus of Dave, of James of Kiko? Ze denken ja, korte pijn, die mensen kunnen er niet ontdoen. Ze denkt ja, fuck it. Dus je bereidt dan en Kiko voor. Hetzelfde, want je wil dat ook goed doen. Dan James bereidt ook helemaal goed voor ja en dan komt het er eindelijk aan en dan zeggen ze ja, het is zeker niet Dave oké okay, ja. goed no problem Dave is Kiko of James Ja, dan weten we ze beat oké okay. ja oké okay, ja dus nu altijd twee moeten voorbereiden bijschaven en dan zo ja het zal, uh, het zal Kiko zijn ah ja geen probleem geen probleem nee het zal uh, sorry het is James het is James <lacht> James <lacht> maar, dus James. Eh, maar echt weer nog beter ze dus uh, ik, ik zeg geen probleem op dat moment mag het niet meer uit hè. je hebt ze allemaal voorbereid je hebt drie aparte interviews hmm. Je weet, het is een van die drie. Het is iemand niet van Megadeth. <laughs> en dan was het, was het eindelijk het is Kiko ook. no problem, Kiko, want ik moet dat. Dat geef ik toe, omdat je dat zonder kousje doet, als je mm een -hmm. stand-up doet. Ja, je moet dat geleerd dat van buiten, maar dat moet van van voor zitten. Hè? Ja. Dus uh, volle back ontgaan en effectief uh, perfect op tijd zie ik de raam komen. Uh, gitarist Kiko vroeger bij Angra echt coole vent. Komt ja. eraan. Hey, uh, hey, man, nice ja, hey man, nice to meet you. Dat is een Braziliaanse power metal band, hè? Ja, juist. Hey man, nice to meet you. Uh, we're just waiting for James, we're gonna do it uh, together. <laughs> <laughs> dus ik krijg zo. Maar dat is een vierde interview. Dat is, dat, dat is... Ah ja, want dan, dan, dan moeten we dat dan samenvoegen. Ja, een minuut ja. later is je er. Dus ja, dan moeten we even op met je gaan. En dan zijn en we wel blij dat je dat al eens een paar keer gedaan hebt. Ja. En dat was keihard Maar je ziet er wel zo te zien van. Alright. Ja. Dit had ook... Uh... Ja, dit had uh, falikant kunnen aflopen. Of dit had ook gewoon minder, minder verloren moeite kunnen geweest. Ja, 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 ja. is wel dat ik nou echt alles over Megadeth anno 2023 weet. Dat dus, is wel uh... goed. Ik, mo ik moet ook zeggen dat ik dat ka goed vond. Want ik ben, um, in tegenstelling tot uh, jij en velen onder ons, een iets minder grote Megadeth-fan. Ik heb altijd een beetje een gitaristenband gevonden. Zo mensen die dat echt goed gitaar kunnen spelen of er veel mee bezig zijn. Die vinden dat allemaal briljant, stuk voor stuk. Ik weet dat de Jan Ramelo, onze ex-bassist van Diablo, was er ook bij, en die was ook helemaal weg en ook een grote fan. Die zong ook alles mee. Wat kei leuk was om naar te kijken, maar ik vond dat eigenlijk supergoed. goed. Ik heb die nogal live gezien, maar dat was echt de eerste keer dat ik echt dacht van ja, dat is eigenlijk keihard goed, Megadeth. En dat heeft bij mij wel best lang geduurd voor ik daar was. Ik had, ik had nooit hetzelfde met hun dan ik had met Metallica ofzo. De originele band trouwens van uh, zanger gitarist Dave Mustaine. Voor de Metalfans weten dat uiteraard allemaal, maar veranderen mensen misschien niet. Hè? Dus dat is ook al een band die al een hele lading mee heeft. En ook Massa's platen heeft verkocht. Hè? Die zijn in hun eigen recht eigenlijk ook best groot. Maar ik was, dat is zo lang geleden dat ik die gezien heb. En ik was er enorm aangenaam door verrast. Ik stond er echt wel. Hè. Die hebben ook een Belgische drummer, by the way. Ja. Die dat uh, ja, heel goed drumt. Ja. <laughs> dat dan dan mag legend, ook hè? nog direct uh, ja, ja, uitgedrukt zeker. worden, dat dat een kei goede drummer is, dan, uh, Dirk Verbeuren. Ja. Dus uh, ja, ja, want nee, ik ik dat is grappig. Want ik had eigenlijk ook ergens dan dacht ik ook van ja, het eigenlijk leuk wist als, als we Dirk hadden kunnen doen. Mm -hmm. uh, wat maar ja, dat is dan ook typisch. En dat is ook terecht natuurlijk, ja, op een Belgische show. Ja, is die natuurlijk bij zijn familie. Ja, ja, dus dat ja, is ja. eigenlijk. Dat is een beetje de, de omgekeerde wereld. Maar mm -hmm. effectief, ja. En voor de rest was het gewoon. Uh, ja, is dat... Zorg dat, dat er voor je dag goed voor, vooruit gaan, natuurlijk, al die interviews. Want mm -hmm. het, is, het is tof om te doen. Het waren ook niet zo heel veel. Want in Pukkelpop hebben we dan zo reviews gedaan. Dat was eigenlijk ook tof. Want dat is ook plezant: joh, veel met de Stijn Meur en met de Cédric Maals en zo. En dat is, waarom dat, dat tof is, natuurlijk. Omdat je zo. Um ja, die, wij geven alle drie heel veel. En dan is dat zeker. Mm -hmm. voorals, zeker Cedric, maar ook de stand is fantastisch om zo'n ding eens mee te doen. Omdat. Ja, Dan is heel de tijd ook bezig met. We hebben hier een minuut en we gaan dat de coolste minuut ooit maken. <laughs> en zeker uh, die we ook met twee uh, Urban Dance Squad moeten doen. Ja, ik heb er een stukje van gezien. Ja. Uh, toen ik op weg was naar de wc met mijn dochter. Ja. En ik stond daar en ik denk heel een de tijd maar ik ken die riff. Eh, dat was zo. Want die stonden op dat hoe podium The de Backyard. Dat stond er eigenlijk recht tegenover de main stage. Van achteraan, zo'n kleiner podium eigenlijk. Maar ik was heel een tijd aan het luisteren. Ik denk, maar je ken die riff, maar wat is dat? En ja, en toen kwam uiteraard uh, ja, de onmiskenbare stem van Root Boy. En ik dacht, oh ja, dat is Urban Dance Squad, maar ja, het is Rude Boy Speelt, hè? Urban ja. Dance Squad. Met niemand anders van de originele band, denk ik, als ik me niet denk vergis, niet, ik hè? weet het niet. Ja. Ja. Wat vonden jullie ervan eigenlijk? Ja, ik heb dat even een stukje gezien, ja, ik, vond dat, um, ik, ik, ja, ik vond dat perfect wat, wat dat ze geafficheerd hadden. Ja, het is Rude Boy die met andere mensen dat, dat speelt, dat ja, heeft een aantal voordelen. Ja, het voordeel is, hij kan het dan nog doen, mm -hmm. hey, anders heb je het niet natuurlijk nadeel is natuurlijk dat zit volgens mij een deel in uw hoofd en een deel omdat dat ook zo is ja die verbetenheid, dat de originele leden dat, je... dat is toch geen een band is toch geen een band maar ik vond, het, mm -hmm. ik vond het op zich uh, um, ja, echt onderhoudend uh, om het dan zo te zeggen maar uh, zeker als je, um, als je als je twee gasten hoe zeg je dat wilt zien spartelen om, om, om eigenlijk hard te zijn en tegelijkertijd ook dat niet kunnen. Of ja, zo, ja. een soort slechte diplomatie of zo wil ik bezig zien. Dan moeten vooral de Cedric en, uh, en Stijn hun filmpje zien dat ze doen als de review. En dat begint zo... Die hun dat... best aan het doen waren om niet het gemeen ja, te zeggen ze begin, dan eigenlijk. Ze, ze beg... <laughs> ik denk dat de Cedric echt gewoon zegt, ja, dat is gewoon slecht. En dan voelde, voelde ja, ja, wat was dat? En dan voelde de steen zo direct in, uh, in misschien nog zo'n oude, oude ja, weet ik veel wat, Koffi Annan meets een pastoor ja, ja, of zo. Ja, 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 zo. <laughs> ja maar. Desmond Tutu. Ja. Ga toch even. Uh... <laughs> maar dat is natuurlijk ook wat het is. Hè. Het, is uh, ja. het is een, 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 een job. Ja. Vroeger, als je zelf muziek speelde, ja een review en dan dacht je altijd, oh my god. Maar ja, nu moeten we dat zelf ook af en toe doen. Dus je let er ook wel wat op. Dat je, maar ja, je moet natuurlijk ook soms een beetje zeggen help, wat Help het, het, ik zal het zo zeggen. Help het dat je zelf een muzikant ja, geweest ja. bent, dat je niet zo direct een mega-eikel uithangt ten opzichte van een band. Wel, er zijn twee dingen dat ik denk, dat de, dat, hoe dat ik dat zie, je weet veel meer dan een journalist. Ja. Dat is sowieso mm -hmm. een feit. Ja. Uh, je, 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 je weet wat die ontdoormaken zijn. Uh, ga, ik denk dat, daar ben ik echt van overtuigd, dat muzikanten dat veel beter kunnen mm -hmm. op heel veel vlakken. Ja. Gewoon omdat je effectief weet wat er gebeurt. Langs de andere kant is er wel iets wat een journalist, een goede journalist, uiteraard wel voor heeft, is dat je een soort neutraliteit ja. hebt. Ja. En, daarom en daarom dat een muziekjournalist absoluut niet een ex-muzikant moet zijn, want je brengt iets anders. Ja, ja. En dat ja. is wel... Ja. Ja. Uh... Je laat zich niet leiden ja. door andere dingen, waardoor dat jij toch dingen anders gaat bekijken. Voilà. Ja, dus ja, ja. ik denk dat de combi gewoon heel goed is. Ja. Uh, want jij ziet dingen, maar jij zult ook een soort verzachtende omstandigheid soms zien, ja. terwijl dat lijkt. Een journalist Ja, zegt, Je jammer... kunt soms zien wat een band aan het meemaken is ja. en je denkt, ah oh ja, ik ken dat. Of maar als ik weet, gij... we hebben dat meegemaakt. Maar als of... je ja. betaalt het voor een ticket, ja, dan, mm -hmm. moet niet, dan, moet je, dan moet je niet wakker liggen van het feit dat dat... Dan doet dat er niet toe, hè. Ja, ja. Dus, maar, ja. En wat, wie heb je dan nog geïnterviewd eigenlijk buiten Andreas Ja, Niet zo heel veel. Dus uh, en heel Megadeth, maar dan uiteindelijk uh, nee, 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 twee nee, nee. van de vier. Een ding was ook nog een, <laughs> le, le leuke om te doen. Uh, uh, de Colin uh, van Amendra, die hebben Locus Feesten geheadlined. Ja, uh, wat, wat toch wel, uh, ja, denk ik sowieso, voor, 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 voor Belgische harde muziek is dat schoon, hè. Ik bedoel, het is wel... En zeldzaam ook, hè? Zeldzaam. En, en ook vooral, dat, dat, dat was ook letterlijk geen gedoe over. Ja. Ik bedoel, ze, zou, ze kunnen dat al heel lang, maar er zijn misschien wel jaren geweest dat er zo zou gefronst zijn. En je voelt, nu is dat gewoon... Ah ja. En ik denk dat dat is niet waar je naartoe wilt gaan, hè? Ja, ja. Dus ja. Uh, dat, dat was wel tof en, en ja, ze hebben dat ook heel goed gedaan. En, en je, voelt ook, je voelt ook bij hem dat dat, dat, hem, dat hem ook wel zegt van... ja. WTF? Dat wel. Ja. Wat, wat doen wij hier? He, dat, wat Is dat imposter syndroom zo'n beetje? Dat, dat, dat je denkt, maar wanneer gaan het... we Meestal teken van een goede artiest, raar maar waar. Als ja, ja. hij je nicht zijn eigen afvraagt wat hem er stond te doen, dat is beter dan iemand die je meteen al denkt dat hem daar moet staan. Dat ja, wel, voilà. Zo, dus dus, dus, ja. dus, dus het, zo vertrek het ook. Maar natuurlijk. Ja, er zit er ook een zekere fierheid in, terecht. En ook wel zo dat... ja, een beetje die, die, die bescheidenheid die niet vals is, maar die gewoon is van, ja, je zit, ja, Ze je, zijn ook je, geen overnight successen, nee. helemaal we eerlijk voilà. zijn. Dat zijn gasten die dat er al, hoe lang ze, bestaan die al? Bekend 30 jaar of voilà. zo. Of, hè, het is niet dat die zo van de ene dag op de andere ineens als headliner nee, nee. stonden. Dat maar is, ik denk dat dat ook wel, ja. ik denk dat dat ook, zolang dat je die attitude kunt houden, denk ik ook dat je die, 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 die podiums blijft vernielen. Mm -hmm. omdat je Da omdat dat een zekere vorm van, van scherpte of zo houdt. Ja. Van inderdaad, dat is niet vanzelfsprekend, maar het is niet gestolen. Nee. En het is ook niet raar. Dus uh, let's destroy the place, dat doen ze dan ook. Maar dat was dus wel, uh, dus dat was wel tof, omdat dat ja, dat geeft ook een ander soort gesprek. De rest, als ja, je al zo lang onder je top zit. Dan is er ook al veel geweten. Maar dit was dan toch weer voor hun. Net als ze Werchter hadden gedaan, net hetzelfde. Daar vond ik eigenlijk het boeiendste. Of op dat moment vind ik dat zij eigenlijk. Ja, misschien wel de traagst groeiende grote band zijn of zo. Ja. Dat je denkt, ja. die stonden op Werchter en veel mensen hadden zoiets. Want oh, nu pas? Ja, ja, ja. ja of, of het leek alsof dat al de zesde keer ja. was dat ze er stonden. Hè, ah. Dat je dat ook niet hebt of zo. Ja, voilà. Ja, dat is wel cool. De, de band waar ik eigenlijk nog de lokerste ben geweest, want ik was net geland die een dag van mijn vakantie. Uh, ik kwam van 29 graden in Venetië en ik landde in 14 graden in gietende regen in België. In Lokeren? En nee, eh, ik ben toen naar Lokeren gereden. Toch van een beetje in het thuis. Venetië van Oost-Vlaanderen? Ja, toch wel. Toch, toch wel ja. De, op dat moment zeker, want dat stond ook volledig onder water, maar niet voor de juiste redenen. Maar dat was voor Biohazard. Hè, want Biohazard, uh, de, de, een beetje hardcore crossover band van de jaren 90, denk eind jaren 80 begonnen of zo. Maar die waren in de 90s super populair. Dus de oudere mensen van onze leeftijd zullen dat wel weten. Want die zijn terug bij elkaar in originele bezetting. Dus de vier originele leden. En die hebben toen opgetreden ook. En de dag was zelfs zo slecht het weer. Dat de band die er vlak voor moest spelen. Onze vrienden van Steak. Dat die zelfs verplaatst zijn naar de tent, denk ik. Later op de avond. Omdat die echt omdat het weer zo vreselijk was, dat het eigenlijk bijna gevaarlijk werd op dat podium. Dus toen ik eraan kwam, was het ook even kantje boortje dat Biohazard ging spelen. Dus ik dacht ook al van, oh, heb ik mijn eigen ander hier gesleurd voor dat te doen? Want ik wou eigenlijk in mijn zetel blijven liggen, maar ik dacht, ja, fuck it, ik ga toch. En uiteindelijk, ja, ben ik wel blij dat ik het gedaan heb. Want ik moet wel zeggen, ik heb dat daarna op Alcatraz ook teruggezien. Allee, wij allebei. Dat was geen schande, hè. Integendeel. Dat is allesbehalve. Uh, ja, ja, ja. Ja, en sowieso. Uh, zo van die comeback-dingen die zo uh, generatiegenoten bij elkaar brengen. het is het iets knullig. Ja. Er waren veel grijze, kalende, zwaardere mannen die deden alsof dat ze sprongen. Ja. Die zowel op de type van hun tenen. Zo, dat deden wij allemaal. Er is zelfs een filmpje van, denk ik. Dat je het ziet en je denkt: ik ze zijn niet meer aan het springen, hè, mannen. Maar ik, denk dat, ik, ik weet niet weet het bij Biohazard was, maar in ieder geval ook van die, van die oudere uh, oude groep. Maar ik denk dat Biohazard was zo'n ding dat ze tegenwoordig dan doen op een festival. Eh? Iedereen op zijn hukken en dan zo recht komen staan. Dan eh? mogen ze niet meer vragen, hè, ja, nee, nee, Andries. Dan, nee, dus wat zeiden ze dan? dan zag je, dus dat op die hukken gaan, dat ging nog. Ja. Eh? Naar beneden is altijd gemakkelijk. Maar dan zo, everybody jump! En dan zeiden ja. ze zo, ja zo van dat, ja zo, zo half naar boven. Of mensen die toch niet naar beneden geraken, die zo eigenlijk gewoon precies zo... Ont te rusten zijn op hun knieën, ja, ja. om dan eigenlijk gewoon met hun rug alleen te bewegen. Ja. Vals... Ik, ik was niet een van die ah. mensen. Uh, ik heb volle mak gefaked. Ik had echt zoiets, als ik na door mijn knieën ga, dan kom ik niet meer recht. Ja, ja dat was een... Uh... Maar op zich, het optreden en de, en de sound en hoe dat ze eruit zagen, hoe dat ze klonken, het was eigenlijk keigoed. Ja, het enige wat ik er altijd mee heb is, uh, dan betrek ik dat toch op mezelf en dan denk ik... Ah, mij, waar zijn die jaren naartoe? Want je ziet die mensen, maar eigenlijk is dat een spiegel. Want je ziet de wagen in 3,94 er naar ja, kijken. Ja. En je denkt, dat is in mijn kop niet kei lang geleden. Maar toch is dat. Ja, ja, ja. Dat, 30, is, dat is dat 30 30 jaar. wel lang geleden. Hè? Dat ja. is het juist. En ja. ik weet niet of dat ik het. Uh, want, want dat was misschien niet dat ik nog aan u wou vragen. Hè. Je, hebt nu, je stond nu aan de andere kant. Je hebt veel mensen geïnterviewd. Je zit nog heel veel gaan kijken. Je hebt reviews gemaakt voor Willy. Zou het ooit nog zelf willen doen? Spelen? Ja. Nee. nee. Zie je die, die grijze nog zo zeggen? Goh, ja. ik kon dat toch nog doen. It's a young man's game. Ja, ik vind dat uh, ook. It's a young ja. man's game. Het is ja. biohazard, zei En je hebt zo'n platen. Dan vind ik dat het gerechtvaardigd is. Mm -hmm. ja. Maar ik vind, dat, ik, vind, ik vind ook als je een bepaalde leeftijd hebt, dan, dan wordt het moeilijker en dan moet, de, dan moet het een meerwaarde hebben. Door gepakt plek in. En je, ik heb het niet over bands die blijven. Ja, je blijft ja, ja, spelen. En je mag alles. Hè. Ja. Het is een vrije wereld. Je mag altijd terugkomen. Maar ik denk gewoon dat je minder succes zult hebben dan. Als het niet perfect is. Ja, ik denk ook dat, uh, dat, dat, dat er andere. Uh, de, de bands die daar bezig blijven of die terugkomen. zijn meestal bands die toch een bepaald niveau van succes hebben bereikt. waardoor dat niet onnozel is. Dat is hits terugkomen. nodig. Je hebt hits, hè? En ik denk ook dat, uh, dat je, als je dat niet doet. Hey, je doet hey, stel je komt terug met een andere band of je doet dit, dan heb je een ander. Dat is iets anders, denk ik. Ik denk dat je dat dan voor je plezier doet, of omdat er dan niet veel van afhangt, of ik weet het niet, maar ik kan me niet voorstellen. Ja, er zullen altijd uitzonderingen zijn. Je hebt die ene gast die zo heel verleden verzonnen had daar, C-16 bijvoorbeeld. Ah, ja, ja. Zo'n muzikant die zo blues speelde, die zat altijd op zo'n houten kratje en die maakte zijn gitaar zelf. En die speelde zo van die een hele vuile Delta-blues-achtige muziek. Wel heel cool. Maar dat was een kerel die, toen hij afkwam, had hij een heel verhaal bij. Hè? Van die had altijd alleen maar op kleine plekken gespeeld. En zo een soort bijna... Um, je zou bijna zeggen de Buena Vista Social Club uh, van de blues. Zo dat, dat onontdekt talent dat je erna... Maar dat bleek dat hij dus al keihard lang bezig was. Dat hij zo'n sessiemuzikant was geweest. Voor god weet wat allemaal. En dat hij gewoon een heel goeie verhaal verzonnen had rond zichzelf. Maar dan klopt het wel, want je ziet eigenlijk een oude vent op het podium zitten. Maar een deel van die zijn charme is dan dat hij oud is. En dat is op zich dan ook wel weer cool of zo. Maar Sorry. dat zijn wel uitzonderingen. heb gaat ja, ja. met een t-shirt net opgemerkt, André. Ja, ik was daar. Wat is dat, jong? <laughs> Ja, manneke, um, ik ben op de Fritcast geweest. En die, ik zie het. Uh, ja, dat is bij uh, Petra de Pauw. En uh, ik ben daar gaan zitten en die maken altijd voor iedereen die uh, langskomt. Um, dat is eigenlijk de vrouw van Herman van Verbrugge, die je dat wel allemaal kennen als Markske van de Kampioenen trouwens. Kijk, lieve mensen hebben mij ontvangen bij hun thuis. En die hebben de Fritcast. En een van de cadeaus, of de cadeau, dat die altijd geven is een, een one of a kind T-shirt. Die zo wat op maat van de gast gemaakt is. En degene die dat kick kreeg... En hier staat op, voor de mensen die goed kunnen lezen thuis. Uh, ja, ik ben dat lekkers naast bekkers. Dus... Uh Hetzelfde dat ik een t-shirt krijg waar iemand anders een naam Grutter op staat als die van mij. Uw maar als het een ene er... persoon is dat ik het kan verdragen, dan is het van u, Andrees. Ik uh, pink en traan weg. <laughs> dat uh... dacht ik wel. Maar ik vind dus, het wel een goede shirt eigenlijk. Goed, hè? Ja. En die past eigenlijk keihard. Dat is eigenlijk een keihardige shirt. Ja. Dus ik kreeg die, ik moest er ook heel hard mee lachen. Ik vond het echt heel grappig. Het... Vooral ook omdat wij, ik weet dat nog een van de eerste keren dat ik u leerde kennen, hebben wij sowieso een gesprek gehad. Dat ik zei. Lekkers van bekkers, familie. En dan ga je zeggen: Was het maar waar. Ja. Dat weet ik nog. Dus het is eigenlijk ook wel funny dat dit dan hetgeen is als, dat op uh, daar t Als ik dat had gehad, uh, dan hadden we deze studio al wel een rapper, denk ik. Dat uh, denk uh... ik ook wel. Dan denk <laughs> ik dat we begonnen waren in deze studio. <laughs> dan hadden wij net zo, mm -hmm. weet ik veel wat ja dat we zo'n zo'n zo sky studio ding gehad of ja, zo ja dat hadden we zo'n heel uitzicht op uh, zelfs een ander stad God weten we we dan gezeten hadden <laughs> dan zaten we zo in de uh, op de Erasmusbrug in Rotterdam of zo en hadden we zo een van ander zotte uh, ding staan dat is nog wel tof geweest dat is cool geweest ja. Maar goed, dit is ook al ferm. Ja, is, is waar. Maar die zijn ook weer rondkijken rond eigenlijk ook wel. Ja, dat uh... ja, is wel. Ik heb hier ook zo voor de mensen thuis een paar dingen van mijn eigen collectie naartoe verhuisd, Dus die poppen die ik hier zie staan, dat zijn de zogenaamde hot toys poppen voor mensen die dat soort shit verzamelen. Die weten dat is overpriced tot en met. Maar die zien er wel allemaal geweldig uit. Dus... Ja, ze gaan wel mooier staan dan als ze in een doos staan. Want ze hebben echt zo'n lichtje ja. nu. Ja, tof. dat is wel. En die stonden ook toffer dan waar dat ze stonden bij mij, in mijn bureau. En ik vond dat toch een beetje verloren of zo. Dus ik ben wel blij dat ze nu een plek gekregen hebben, dat ze een beetje meer opvallen. Zo. Ja. Ja. Het ja. is ja. raar, hè. Zo veel plots hebben, man. Ik moet er nog aan wennen. Ik vind het echt... Uh... Hoe is nu uw nieuw huis trouwens? Want jou ja, zei uiteraard de reden van de verhuis van de studio was ook uw verhuis En uh, ik ben sinds de verhuizing er niet meer geweest, dus ik heb het ook nog niet echt ingericht gezien. Nee, het is tof, hè. het is echt letterlijk achter de hoek natuurlijk. Uh, 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 het, is, het is veel groter. Het is, uh, het is, het is, het is uh, een appartement nu. Hè? Ja, maar Klopt, het, is, hè? het is wel groter. En nu, ik heb altijd heel graag gewoond in het, uh, in het, in het, in het, in het oudere huis. Uh, fantastische dingen meegemaakt. Maar wat ik gewoon een beetje miste, was licht. Ja. En, en nu ja. heb ik belachelijk ja, ja, ja. veel licht. Dus, uh, dus ja, ik ben wel blij eigenlijk. Maar ja, de buurt bleef ik nog altijd even tof vinden. Dus het is echt een verhuis geweest van 300 meter. <coughs> wat wat, uh, wat oké okay, was. Maar, maar wat, gelukkig uh, de werken in de stad voor gezorgd hebben dat dat toch nog een verhuis voilà. van 2 kilometer Absoluut, was. Absoluut. Uh, op stad stad kunnen rekenen. Maar het was, het was gewoon altijd al, van zodra we, dat, dat we wisten dat we weggingen, was het wel onmiddellijk duidelijk dat de studio niet meeging. Nee. Uh, mm -hmm. en, en ik denk ook wel... Want uh, Sabine is er altijd heel... heel hey, is hoe zeg je dat, supportive voor geweest al die mm. jaren. Dus ze zeiden ook van, ja, ik vind dat ergens ook wel tof. Maar ik voelde ook wel toen we dan de plannen hadden om weg te gaan. Geduld uh, was op. Ja, want ik heb, stop, <laughs> hè, ik heb wel even gedacht. Hè, van, ja, want dan moet ja. je, maar ik dacht, ja, dan, 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 dan kopen we iets waar het dan ja, echt in kan passen of zo. Dus ik heb er wel een, een seconde of zo aan gedacht. Mm. En ook wel besproken of zo. Maar het is toch niet langer als een seconde gebleven. Omdat ik wel voelde van, uh, dat ze heel... Uh, ze is altijd enorm meegaand geweest. Maar ze zei ook van, ja, je hebt natuurlijk niet echt een, een echt huis of zo. Het is altijd zo ten inval. En, ja, het is, ja, 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 en hoe ja, ja. leuk dat dat ook was, ja. mm -hmm. je, je kent dat wel, een huis, ja, dat is eigenlijk iets van jezelf toch, mm -hmm. waar je ten allen tijde uh, zelf bepaalt wanneer dat het rustig is of niet. Ja, ja, ja. En dat was natuurlijk met ja. momenten moment, ja, sorry, het is last minute aan en zo en zo. Dus, uh, maar dus, uh, het is, is kijk hoe dit. Uh, mm -hmm. en soms heb je ook je dat, een excuus nodig die verhuis, om dan dit echt in gang te zetten. Ja, ja, ja. ja. Wat anders nou, wat, dan aan... waren we eigenlijk al, lang voor uw, uw verhuisplannen, waren we er al over bezig. Hè. Dat we wel zoiets hadden van: ah, die, die, we moeten dat toch wat upgraden of we moeten toch eens zien dat we. Al was dat je bleef wonen waar je woonde, maar dat de studio dan wel naar ergens anders ging of zo. Dus dat dat er sowieso van gekomen Maar ja, er is nooit iets beter dan geen keuze. Dat je ineens dat gezegd, We hebben niet nieuw gekocht en deze is verkocht. En dan denk je: ja, dan is het nu. Ja, ja. Want anders gebeurt het niet. Hè? Nee, het was een andere ja. zomer. Ik heb een weekje mm -hmm. nog. Uh, uh, een weekje... Je pizza met, met de mama gedaan. Maar kijk eens aan, met de, met de mama, mama. Dat dan is dan. altijd goed, hè? dat je de mama dat nog even geeft. Ja, maar de mama, was zo, of... de mama was zo wat emo ontworpen, vond ik. Uh, het was eigenlijk. Uh... Oei. Zo als het einde is nabij? of... Uh, ja, allee, ja. als in zo bekijkt ze het leven, zal ik zeggen. Hè? Ja, dat dat er een echt... reden voor is, maar... Ja, dat was het. Ja, dat letterlijk. was het eigenlijk. Ja. 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 ja, eigenlijk was dat. Ja. Ze zei van. Uh, omdat... Het was eigenlijk. omdat Toen, met die... toen in de Narenbergs, toen, 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 toen was ze heel graag komen. ...was Dat toen een, een ontsteking op de pols was, op zich niet echt heel gevaarlijk was. Dus, maar dat had wel enorm veel pijn gedaan. Ze kon echt niet komen, terwijl ze heel graag wilde komen. Want ik had echt, ik heb toen echt nog alles gedaan. Ik zeg: ja, maar ik, ik, zeg ik, kan, ik kan ik wel iemand sturen of een taxi of weet ik wat. Ja, het gaat, het gaat, het gaat niet. Het gaat niet. En dan was dat voorbij. En dan ja, waren er familieleden gekomen. Ze had dat, dat moeten horen, dat dat wel tof was. En ik voelde echt van dat, dat ze dat heel jammer vond ja. dat ze er niet bij was. En ik zei: Ik zeg, ja, ik zeg Mama, uh, we gaan dat. Nog wel, ik bedoel, we zullen dat volgend jaar doen we dat waarschijnlijk terug. En, mm -hmm. en dan komt het dan wel. En ja. dan zei ze: zo, Ja, maar ja, misschien ben ik er dan niet meer. En dat was zo de eerste keer dat mijn moeder zo, zo het woord eindigheid in ja, ja. de mond nam, terwijl ja. dat die jaren geleden, maar dat is echt heel heel lang geleden, is die, heeft die kanker gehad, maar dat heeft dat overwonnen. Dus dat is ook zoiets. Ja, dat, dat leek, lang, dat leek ja. lang geleden. Dus eindigheid, is dus in de zeventig, maakte niet echt deel uit. En eerst zegt ze dat. En uh, dat is wel wat blijven hangen of zo. Dat ik dacht, mm. oei, ik zeg, zich gaat ermee bezig. Ja, toch, toch wel. Ik bedoel, je, je, je hebt minder tijd voor u dan dat je achter u had. Mm. Waarschijnlijk iets dat veel mensen van je leeftijd hebben. En toen, toen uh, omdat we af en toe wel eens iets doen, had ik wel zoiets van, ja, omdat ze alleen is, van ze doe heel weinig. Als ik eh, als je alleen zit, dan doe de minder. Of toch zei dan, ik zeg, ja. Ik zeg, moeten we anders iets dat doen? Ja, ik dat... maar ze durft dat dan niet vragen. Ik zeg, ja, maar je je de zin om, om hè, met je kinderen nog eens iets te doen? Ja, eigenlijk wel. En dan, ja, dan viel zo een paar bestemmingen. En dan kiezen ze ook natuurlijk een bestemming waar iedereen zich wat in kon vinden. Dus uh, ja, met ons man naar Ibiza. Wel ja, cool, hè? Ja. Nee? ja. Maar ja. En dat was ook funny en was We're cool. going to Ibiza. En ze vond dat natuurlijk fantastisch. En ook niet... Want natuurlijk, uh, we zijn bekkers. Hè. Ik ken mijn zus, want mijn zus was er ook bij. Mm -hmm. uh, een, een, uh, enig opportunisme is ons natuurlijk niet vreemd. Dan konden we natuurlijk ook wel eens gaan in die Pizza. Omdat als dokter er, om erbij was... Dan in, kon ons... die had ineens een ingebouwde babysit in bij. Uh, ja, <laughs> ja, dat is wel keip. of ja. Goed gezien. Goed ja, ja. gezien. Maar nice. nu, 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 nu voel het precies alsof dat het grote plan was. Dat was het nu ook niet. Maar ja, waarom het laten liggen als het... Uh, ja, als het natuurlijk. Ja. Als het, als had... het nuttige met het aangename combineren. Of hoe heet dat? <laughs> Dat je toch weer kon aanvinken van dat hebben we dan ook gedaan. Dat was een club in Ibiza? Is it all? It was cracked up to be, of zit de toch te oud? Ja, het is een beetje dat. Ik Exact wel wat dat of zo. Dat is tof die cultuur en zo, dat interesseert mij ook wel. Ik, heb het al langs, ik, ik had onlangs nog eens Stijn van de Voorde gezien. En ik heb het hem toen ook nog eens gezegd. Een, ik weet niet of ze nu nog online staan. Maar in een uitstekende documentaire gemaakt. Over de clubscene club liever in Ibiza. En dat is wel echt cool. Pas um, mm -hmm. op, dat is niet zomaar wat of zo. Dat, daar er zit ook iets underground in. En vanuit de jaren 70 En, en vroeger zelfs. Hè, dat hippie. Dat oh, hippie's. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, dus we zijn naar Amnesia geweest. waar een van de, de oudere discotheken is. Maar dat is, dat wel, is een heel bekende. Dat is een hè? Heel Amnesia bekende... is een heel bekende. Maar wel een. Ja. Mm -hmm. Op zich is dat wel een mooie discotheek. Er zijn twee dingen. Uh, maar het was. Uh, eh, Charlotte, de debonair, mensen. Het was uh, Enrico Sanguiliano. De man van Charlotte Witte had daar zijn eigen podium. Headlined dat. Trouwens, hele goede show eigenlijk. Um, want Charlotte Wittek is zeer, zeer bekend. Dat is, heel, also, dat is redelijk. Uh, ja, ik zeg altijd Spartaanse techno, maar dan krijg ik weer comments dat dat niet helemaal komt. Mm -hmm. Maar in ieder geval, dat is. Terwijl, Ar -ma, Ar -man, ik kon niet helemaal mijn kop, heil, kop heil, houden, maar, want er is niks boeiends. Het, komen. Maar, veel mensen zullen wel <laughs> snap wat ik wil zeggen. Dat is echt, zo echt klass ja, ja. techno. Hè, uh, uh, maar wel heel tof, hè, indrukwekkend. Maar Araman is iets meer toeters en bellen of zo. Wat, ja. Er zo wat meer sounds bij en ik vond dat echt zeker zo goed. Uh, dus, dus ik had ook een, een doel om daar te zijn, en uh, dat is ook niet onbelangrijk, het is allemaal heel duur. Dus als je dan uh, een lijstje erbij krijgt, is dat wel leuk. Uh, maar wat je wel merkt, is Agenze ah, inderdaad wat ouder, en zoals uh, Sabrina ook zei, ja, je wordt terug naar die een Onrust van 20-jarigen die moeten scoren. Nou ja. <laughs> en dat is ja. wel grappig. Hoe, hoe had ze het verwoord? De padingsdans van de, van de 20-jarigen. Ja. Ja. Als je daar dan zo als gelukkig getrouwde 40er staat, dan denkt je zo. Ja, dat is niet meer een wereld. Nee, 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 nee. Nee. En ook gewoon zo dat, ja, de, ja, de prijzen. Hè, het is wel duur. Hè. Het is echt ay, een pintje of zo'n 12 euro. Uh, Inkomen is toch rapt oh, toch 70, 80 euro of zo voor, mm -hmm. voor een discotheek. Te gaan. Ja, dus je voelt ook wel, ja, de mensen, als je jong ja, die wilden daar natuurlijk ook alles uithalen. Want het is mij ook verteld geweest dat, dat het, als je dan naar de wc gaat, dat het water veel zout bevat, zodanig mm -hmm. dat je niet uh, dat je dus drankwater drinkt. Ja, dat je niet een dorst ermee lest. Nu, ik heb ja. het zelf niet geprobeerd. Ik denk dat Sabine het wel gedaan heeft. Ja, je meters meer. kookt door je neus doe ik meer de neiging om water te drinken dan het is eender wat uh, anders. Dat blijkt ook een uh, van de redenen. Het kan te zijn. goed zijn. In ieder geval, het schijnt dat ja. het zoutgehalte wat hoger is. Maar ja, ik moet er dan wel mee lachen of zo. Ja. Dat was heel tof om te doen. Um, ik sluit niet uit dat ik dat nog eens doe. Dat was gewoon een heel leuk moment. Heb je gedanst ook of niet? Ja, ja ik ja ja, 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 kid ja, ja, ja jij De, de <laughs> oh, koning van de. Put on your dancing shoes, baby. Het zou wel zijn. hallo. Oh, <laughs> die jongen, lu, wisten niet wat ze zagen? Lekkers <laughs> van Bekkers, <laughs> vol bak aan het gaan, het zou wel zijn. Ik ben niet de beste, maar wel de enthousiaste. Dat is eigenlijk. Uh... Uh... Ja, dat is eigenlijk. Uh, Was op mijn graf zouden uh, kunnen bijtelen dat uh... ik doe het. Dus dat is wel waar. Ja. ja, dat is altijd zo hetgeen. Uh, ik ben niet de beste dansen, maar ik kan niet stoppen met dansen. En ik weet dat ik maar Onlangs ook weer eens mega onpopulair in me gemaakt. Dat ze, dat ze weer, ik denk dat Sabrina nog wat vriendinnen begonnen van: Jij kunt dat nou toch echt, echt niet dansen? En toen heb ik echt. Maar het ik denk kan... dat dat zelfs was omdat mijn dochter u kon imiteren. Die ja. kan u kijken hoe nadoen hoe dat jij danst. Voor maar, een of andere reden. En, ik weet niet wat het was, want ja. ik, ik, wat, ik heb er echt niet populair mee gemaakt. Dat was de opmerking te veel of zo. En het kwam weer te snel oh. terug. En ik zeg, ik zeg: Ik wil dat echt niet onnozel doen. Hè. Ik zeg: maar Ik werk op een plek waar ze soms ook zo, so you think, you Dansen en zo opnemen. Hè. Ik kan al één ding vertellen. Hè. Jullie kunt beter dansen als dan ik. Absoluut. Maar jullie grokt geen ene voorronde deur. Nee. Jullie sukt allemaal even hard. Ja. Dus je kunt hier wat neerkijken op mij, maar in de grand scheme of dansing zitten je al echt waardeloos. <laughs> en ik zei die echt zo zien. Zo, dan, ik zei die echt zo naar mij kijken van. Uh, ja, bedoelde gewoon. Een beetje Israël-Palestina, maar ik snap het wel. Hè. Steen tegen de tank, dorp kapot. I understand. Wat? hoe noemen ze dat scorched earth noemden ja. ze dat vroeger dat is, uh, in Dum uh... in Dumber, <laughs> Dumber had ook zo'n een scène dat die zo een klein beetje dat die vrouw hoe uh, heet ze nou weer die, de, de love interest dat die zo een klein beetje sneeuw in Jim in gezicht gooit om ja, ja, te spelen ja, ja. en dat hij zo kwaad wordt en dat ze een mega bal pakt in dan volle bak in die in je, in je bakjes <laughs> <laughs> het was een beetje dat het was een beetje dat maar jij had het, uh, het Italië gedaan joh het eigenlijk hetgeen dat jij vorig jaar gedaan min of meer. Ik ja. denk we zijn niet overal op dezelfde plekken geweest. We zijn wel in een agritourisme geweest, waar jij letterlijk ook gezeten hebt. Een goede uh, toch man? Een hele goede, ja. zeker mega cool. Ja. Nee, dat was heel tof. We zijn um, begonnen in Rome tijdens een hittegolf. en dat kan ik wel zeggen. Dat is heftig of zo. Ja. Uh, ik denk dat jij vorig jaar ook heel warm had hè, toen jij in Rome wordt. Ja, ik was toen ook ja. heel warm, maar ik, ik, ik denk dat het nu een officiële. Pasop, een officiële ne, ne, ne pas ne pasop, niet op, uh, ja, het is ja. warm hè? Dus en, uh, dat was heftig of zo. Uh, hielp ook al niet dat, dat Jasmin op dag 1 uh, buikgriep had. Dus dat hij ook uh, op de wc zat een hele dag. Uh, waardoor dat wij eigenlijk een bezoek aan de Sixtijnse kapel zijn misgelopen. Waar wij tickets voor hadden, maar ja, zij was dan zo ziek dat we die terug naar het hotel gebracht hebben. Zo overroepen, ze de Sixtaanse kapel. Ik heb dat gezien vroeger op school. Dus ik, ik kon het aan, maar ik vond het jammer voor nee, mijn nee, dochter. Snap ik. Maar nee. Amy had en zoiets, uh, die zei dan: Ja, papa, eh, we hadden niks te doen, want Jasmin zei: Ik ga slapen en ik voel mij niet zo goed. Doe de golf nog iets, met tweeën. Dus wij zijn toen. Um, en ik zal zien dat ik wat foto's kan bezorgen dat je dat kunt zien tijdens deze uitzending ook maar ik heb met Amy zo'n waanzinnige zo Japanse toeristentrip gedaan maar zo echt dat je zo voor elk bekend ding dat je tegenkomt een selfie met twee pakt en eigenlijk was dat een keileuke avond want we hebben zo je hebt zo die hele grote winkelstraat in het midden ja. van Rome. En dan heb je aan de zijkant de zo de Spaanse trappen. Ja. En aan de andere kant het, het Pantheon en zo. Dus we hebben zo al die dingen gedaan. En dan zijn wij zo geëindigd in Trastevere. Dat is vooral ja, de. Hypere. Dat de buurt. Ja, hoewel dat ik dat ook al. Ik vond dat wel ik ik vond... super toeristisch eigenlijk ook ik al. Vond wel, vind ik vond dat echt. Ja. Travestere, dat was ja, t, ja, dat is dat wat je Ja, Trastevere, toch... denk ik. Dat is, ik vond dat een ja. klein beetje overroepen. Ik, dat, ja, ik ook, ik, dat is een maar... beetje het Shoreditch van, uh, van Rome, toch? Ja, en, en alleen is Shoreditch, dan... dan ja, oh, man, het ja, is wel waar wat je zegt. Want het, het lijkt eigenlijk... Er wordt gezegd dat het hyper is, maar ik had niet het gevoel dat dat, dat was. Ik dat, een oude, dat, ik dacht, een, dat is een oude arbeiderswijk is en dat. die zijn het upgraden. <laughs> en dat heeft, nu, dat heeft nu enorm veel uh, restaurants. En dat was heel gezellig. En ik ben er met mijn dochter gaan eten... En dan dag erop met mijn vrouw ook, maar dat was wel zo. Ja, we hebben ons wel keigoed geamuseerd. Eigenlijk was dat een topavond en Amy zegt dat nog altijd van... Ja, hé, dat heeft niks te maken met dat mama er niet bij was, maar dat was eigenlijk zo'n onverwachte dag van totale... Ja, wij zijn keihard gegaan eigenlijk. En dan ook zo met twee, zo aan het Pantheon, een bubbelthee drinken, want dat doe je dan met een 15-jarige. En dat was gewoon, ja, dat was zo'n hele leuke dag eigenlijk. Dus op zich was dat, was dat begon die dag niet leuk, maar je is hier eigenlijk heel tof geëindigd. En hoe hard het in, uh, uh, in Jasmin, of hoe vaak had je moeten horen hoe leuk het was? Of heel, nee. um, de, ik heb geprobeerd van dat niet te veel in die gezicht te wrijven, maar mijn dochter trekt er eigenlijk niet nee. veel van aan. Dus die heeft dat wel eens een paar keer laten vallen. Maar heeft het niet persoonlijk gepakt, dus dat was ook al wel tof. En, uh, ja, dus we zijn begonnen in Rome, dan hebben we zo een paar dagen rond meer van Bracciano gezeten. Dat is ongeveer 50 minuten van Rome, meer richting naar boven, want wij zijn eigenlijk van Rome begonnen en dan naar boven richting Venetië gegaan. En uh, Dat is eigenlijk ook heel mooi. Er liggen ook een aantal uh, kleine, kleine stadjes rond, uh, zo'n drietal want dat is wel een meer als je daar zit, je ziet de overkant. Dat is niet zoals Lake Michigan dat ja. lijkt als de zee, maar dat is echt letterlijk dat je wel door hebt. Je zit op een meer. Maar dat was eigenlijk heel tof, omdat dat, dat is ook warm water. Hè. Je kunt ook gewoon <laughs> dat water in en je hebt niet het gevoel van oeh, moet je moet zelfs niet moeite voor doen. Je stapt er gewoon in. Dat is een groot zwembad eigenlijk, basically met vissen in. In waterskiers, in dat soort dingen. Maar het was eigenlijk echt wel tof. Um, maar dat was meer zo'n soort chill. We zijn even uit de stad en dat deed wel goed, want het was nog altijd belachelijk warm. En dan hebben we uh, een tijd in de, in de val Dorsia gezeten. Ja. Dan heb ik nog een foto naar u gestuurd. Eh, die dat jij ooit, die dat jij vorig jaar naar mij had gestuurd. Van het huis van Gladiator, eh, waar, uh, waar zogezegd Maximus met zijn familie woont. Eh. Ja. Dat is natuurlijk een heel schoon stuk. De Val d'Orcia, dat, dat is op zich al prachtig. Eh, Siena ligt daar ook, dus dat zijn we ook gewoon bezoeken. Nog een paar andere Montepulciano en zo van die stadjes ja. die, uh, statues, die iets kleiner zijn ja, dan, ja. Dan, dan, dan Siena. Siena is wel de grote stad daar in de buurt. En wij zaten in een oude abdij, wat echt heel cool was eigenlijk. So die, um, die, die was, ja, ik denk dat die van 1400 in was of zo, eh? en daar hebben ze dan een hotel van gemokt, maar dat was eigenlijk mega graaf. En ik vond dat eigenlijk het leukste stuk voor mij van de vakantie was daar. Zo, omdat dat zo mooi was, alles er rond. En, en je kon gewoon altijd. Want mijn vrouw die is goed in reizen regelen. Ik heb totaal niet, dus dat, dat komt ook altijd goed uit. Maar die had ook gezegd: ja, als we die abdij pakken, hebben we zo'n soort uitvalsbasis. Zodat je eigenlijk vijf dagen ja. op dezelfde plek slaapt, maar je kunt overal naartoe. Zo slim had ik, ik het bijvoorbeeld al nooit bekeken, dus, dus dat was al heel tof. Het is nou veel gebruikte een truc in het uh, reizen wel. Ja, maar jij re regelt ook al <laughs> wel eens iets van reizen, <laughs> he, Andries. Dus vandaar dat jij dat ook weet. Op dat vlak dat jij meer gemeen met mijn vrouw dan met mij. Um, maar uh, En dan en Sabrina, de twee die ervan profiteren dat we er zo weer een nice in hebben. Dus dat is altijd goed. Dan zijn we naar uh, dingen geweest. Um, ja, eigenlijk om die, die, die ene agritourisme waar jij geweest bent. En dat was dan vlakbij Firenze. Dus dan hebben we Firenze ook nog een dag gedaan. Daar we rondgelopen. Wat ook een ja, hele mooie stad is. Heel druk ook wel. Het is en kleiner, uiteindelijk... het kleiner is. Veel, als je het, verschil, het is sowieso kleiner dan Rome. Maar uh -huh. het is, uh, de hitte kan er minder weg, vond ik. Ja. Rome is... is super warm. Maar ja. de reden wel. Het meer monumentale, dat Romeinse. Zo dat... Ja, alleen was dat wel... In Rome was dat echt... Te warm. Het was zoveel warmer, want het was wel een beetje aan het afnemen. Hè, zodat, toen wij in Firenze zaten, dat het echt niet zo verschrikkelijk was als dat in Rome was. Zo, mooie stad, cool. Kei-coole platenwinkel gevonden, by the way. Dat was ook echt heel, heel grappig. Ik zo, denk dat ik weet welke het ben Ik ben daar ook geweest, denk ik. Ja, zo'n heel kleintje. Zo ja. niet ver van de grote Duomo, zo. Dus daar. En dat was, uh, ik heb daar zo twee aankopen gedaan dat ik echt kei blij was. Eén was uh, Weight van Rollins Band. My. Die dat ik daar nog op uh, vinyl gevonden heb, want dat komt je niet dikwijls tegen. Of je betaalt een arm en een been. Ja, en deze viel mee, want dat was 100 euro, wat niet belachelijk is. Nee. Ik heb al echt veel ergere dingen ja. gezien. En uh, ik heb ook een, uh, een plaat die ik eigenlijk al vier keer heb. Maar dat was een originele profile van Age of Quarrel van Clomax. Ah, ja. En die was ik toen ook tegengekomen. Wat mijn favoriete hardcore band aller tijden is, denk ik. En misschien een van mijn favoriete platen ook. Dus ik heb altijd de neiging als ik die zie liegen om die, om die te kopen voor een ja, of andere ja. reden. Maar deze was echt dan ook nog eens een originele profiel En die was dan 150. Dus ik, ik ben er wel voor 250 euro buiten gewandeld op twee minuten tijd. En de dag moest nog beginnen in Firenze. Dus ik heb voor de rest van de tijd maar wel zo wat koest gehouden. Dat ja, was zo, ja. oké, okay, deze was het voor mij wel. Maar uh, nee, heel tof eigenlijk. En dan geëindigd in Venetië. Ja. En Venetië is toch ook iets bijzonders. Hè? Ik bedoel, als je daar nog nooit geweest bent, je zit aan het luisteren of aan het kijken... Um, je hebt ook nog nooit zoiets gezien. Hè? Die stad staat letterlijk onder water. Je kunt er alleen maar ofwel met een boot door, van de ene naald naar de andere, of te voet. Je ziet geen fietser, geen brommer, geen auto, niks. En dat is weird. Hè? Want ik stond daar even bij stil en je wandelt rond en je denkt... Ja, hier doet iedereen alles te voet, want je kunt niet anders. En uh, ja, toch een heel heel bijzondere plek Ik vond dat wel tof. En de laatste dag zijn we dan nog met een boot eigenlijk, um, hebben wij twee van die kleine eilandjes gedaan. Je zo Murano en Burano. En Burano is toch vooral bekend omdat daar zo van die hele uh, pastelgekleurde huisjes, van die felgekleurde huizen heeft. En uh, Murano is vooral bekend omwille van glasblazers. Ja. Dus die hebben zo heel veel van die winkels en, en fabrieken waar dat, dat ge, gedaan wordt. Ik vind dat wel grappig dat is, zo de, ja. de, dat is zo de reis dat ik de eerste grote reis met mijn ouders was die reis en dan was dat ook Murano en Burano. Nee, heb je nog zo'n ander eiland, Torcelli of zoiets? Ja, nog zoiets. En dat zijn ik niet en, en, niet we niet geweest. Ja. en uh -huh. met die evaporetto dan en dat dat inderdaad nog altijd dat glasblazen is en, uh, en die gekleurde huisjes. Maar je gaat ook, want ik heb het voor jou nog eens gedaan in Venetië... omdat Sabrina dat nooit niet gedaan had. Uh -huh. ja, dat is fantastisch. Uit, dat blijft geweldig. Maar het enige dat ik toen niet gedaan heb en je het wel gedaan is, gaat zich gewoon gondelen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb ja dat vroeger was, is ja, gedaan. Dat was Jasmin wou dat absoluut ja, doen. Ik. En, en ik had zoiets, ja, hey, whatever, ik heb toch niks te zeggen. Je weet hoe dat, dat gaat bij mij op vakantie. Dus dat was een, maar we hebben dat wel gedaan. En eigenlijk was dat wel, wel, wel grappig. Want dat is ten eerste, um, dat duurt niet heel lang. Zo'n gondeltripje is, zo <laughs> is een alle maar een half uur. Ja. Dus dat is ook niet dat je denkt. Het is ook niet dat hij uh, O Sole Mio aan het zingen is. Want dat is ook niet. En er zijn momenten, wij hebben dat vrij vroeg op de dag gedaan, en dat was eigenlijk een heel goed idee, want wij hebben echt kunnen gondelen. Maar wij zijn ook zo een paar uur later keken wij op een brug. En er stonden dicht een file gondels tegen elkaar te botsen. Dus dan is de romantiek er helemaal af. Nee. En er waren er ook dat je s'nachts kon doen. Dus je kunt ook, als je wilt, hè, een half uur s'nachts. Maar dan denken we, ah, oh, maar dan is allemaal zo mooi verlicht en is dat zo prachtig. En dan, dan zagen we de avond. De eerste avond dat we er waren. En dat is zo. Nee, nee. Dat is alleen dat groot stuk dat verlicht is. Hè. Dan god die door zo van die. ja. Stukken waar je van zegt, deden de niks. Had je niet een lamp bij? Dan zitten gewoon in de donkere. Door ja, ja. zo van die smalle steegjes. Dus ik had daar ook niet echt heel veel zin in, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, ik heb het ooit, maar dat is echt, nee, dat met 86 of zo, 90, dus echt, ik was 8 jaar of zo. En dan mm -hmm. hebben we dat wel s'avonds gedaan, niet s'nachts, maar s'avonds. En dan uh, min zanger er ook wel bij, want onze pa moest dat dan wel hebben. En <laughs> dat moet ik wel zeggen. Dat uh, ja, dat, ja. Dat, Natuurlijk, toen vind je dat super cool. maar als je echt acht jaar in de jaren 80, dan gaat het geen vergelijkingspunt. Nee. Maar ik weet dat ik het dan nu zag... Je had want... geen internet. Je had dus... geen internet, je had <laughs> niks. Je had dat nog nooit ik gezien. Heb je dat nooit gezien. Ja. Maar als je dat nu zo... Ik zag je dan ook zo een op een boot ontroepen en ontzingen. Ja, en als achtjarige is dat mystiek, maar ik zat nou ook gewoon om een industrie of zo te zien. Zo, ja, 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 ja. Gond... ja. En dan was dat ook ja. wel zo... Ja, dat zingen... Het, het, het... Ja, je hebt nooit dat gevoel niet meer als je daar bent. En dat is ook wel zo... Dat is één heel druk... En twee, enorm. Alles is, alles is ja. toerisme. Hè? Dus, en dat is voor die stad natuurlijk allemaal goed en whatever. Maar ik kan me goed voorstellen, als je daar woont, dat je soms denkt. Oh man, dat die ja, allemaal ik, doodvallen. Ja, ik weet wel dat wij toen, want ik denk dat ik toen tegen Yasmin gezegd had, maar ik weet dat wij, omdat we dat toen Last Minute hadden gedaan, waar we eigenlijk aan de Noordkant, mm -hmm. waar je eigenlijk met, de, met een boot vaak aankomt, heel snel daarbij. En dat eigenlijk het, het bovenste stuk, want dat is ook wel met Venetië, het is verschrikkelijk druk, maar er zijn stukken die het niet zijn. Ja. En, en daar zouden wij het doen, en zeker als, ook als je naar de biennalen voorstapt, mm -hmm. hoe verder, dan is het eigenlijk best goed te doen. Maar ja. het is eigenlijk vanaf de Rialtobrug ja. tot aan San Marco en alles er rond. Ja. Ja, dat is, dat, dat, maar dat voelt ook dat daar ook de cruiseschepen ja. en alles moeten En we ook... hebben ook een periode even rondgelopen in dat andere stuk. We zijn gewoon beginnen wandelen in een andere richting. Twintig minuutjes, denkt, 20 minuutjes ja, verder. Anders dan... loopt dat altijd. Je hebt altijd zo die pijl San Marco. En je denkt, nee. ja, daar zijn we nou al wel geweest. Ja, ja. We gaan gewoon eens de andere kant op. En dan komt het inderdaad, en dat was inderdaad niet zo ver van de biennalen en van al die. Ja, dan ja. zitten wel echt op, op plekken dat je zegt, oh ja, hier is het eigenlijk goed te doen. Ja. Het was niet overal, maar, maar als je in dat super. Druk stuk zit. Ja, ja. ja, er zijn momenten die stegen zijn ook vrij smal en je ze echt aan het aanschuiven, dat je denkt, ja, deze is, deze menselijke file. Hè. En dat is, dat is soms niet altijd even aangenaam. Maar wel een uh, prachtige stad, kijk, coole reis, ja, goed eten ook. Dat moet ook niet uitleggen, nu zeker dat dat daar, <laughs> dat dat daar lekker nee, is. Nee, het is tof. hè. Um, en de sfeer, ja. hè. Elk, ja. elk land heeft zijn identiteit. Spanje heet dat, Frankrijk heet dat. Maar Italië heeft dat zeker ook. En dat is toch iets. Ja, maar ik vind Italië eigenlijk hè, zonder, zonder verrukking. Ik, ik heb mij al in Spanje geïnteresseerd. Hoe geamuseerd in Portugal ook. Maar ik denk dat ik Italië het mooiste vind van ze allemaal. Ja. Ik denk dat dat ook zo qua steden en, en landschappen en zo. Dat is een bold statement, hè? want je hebt natuurlijk ook kaas gewoon plekken in, in Portugal en in Spanje, maar ik vond dat toch mooier, Italië. Ja, wat ja. je natuurlijk gewoon dacht, is je hebt die renaissance, je hebt ja. die, ge die geschiedenis, waar waar die, die bij ons natuurlijk veel, ja, zo hard onze cultuur mee bepaalt ja. daar kunnen niet om, niet, niet en ook de mensen zelf. Ja, ik vond het ook fantastisch, ik vond het ook leuk, het was gewoon omdat ik, ja, ik ging eigenlijk ervan uit dat ik dit jaar niet op vakantie ging, dus... Eh, zoals het vroeger was, gekoopt iets, dus dan hadden die op vakantie. Ik kende die eh, ja. oude waarden ja, 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 ja. Maar ja, dat is anno 2023. Eh, dat, dat wordt niet meer gepikt door familieleden. <laughs> uh, dat is gedaan, die is hier. Dus ik was al blij, maar het Het is een topverlof. Ja, nu zijn we natuurlijk, als we toch over luxe problemen bezig zijn, dan kan ik er nog wel eentje op noemen. Uh, ik heb in mijn oven een zwembad laten ik zetten. Ik weet het, hoe is dat? Jesus Christ. Ik, zal, ik ga het ik, even zeggen, ja? ik denk dat er een collectieve... Uh, dus waarschijnlijk zullen mensen luisteren en zeggen: Oh, ook daar nog, maar zullen ook mensen zeggen: Nu pas. Ja, het is een beetje een kruising van de twee. We hebben een best grote tuin hey, aan ons huis. En, en er stond altijd zo'n zo in-tek zwembadje: zo'n zo soort hey, 150 euro, pompt dat vol water. En kinderen maken dat dan kapot en dan koopt dat volgend jaar terug. Want dat is altijd in van een frennen van één voor de een of andere reden. En uh, ja, dat was gewoon uh, een soort half gesprek. Ik had ooit iets geopperd. Zo, hè, zo, we, hebben, we hebben wel plots voor een zwembad. Maar dat was een zin dat ik zo ergens in het eilen weggeworpen had. Uh, niet wetend dat er dan al een zaadje geplant was. Maar dit, dit jaar was eigenlijk nog grappiger. Dus het was in, in het voorjaar. Ik denk ja, dat dat nog zeer. Ja, het late voorjaar, want ik denk dat we letterlijk juni of zo, begin juni aan het praten waren. En ik zeg gewoon zo van: Goh, ja, zo'n zwembad, hé, wie weet. En dat is al dat ik, ik zeg. En een week later uh, komt mijn vrouw af en die zegt: Ik heb een offerte. En, uh, <laughs> en, en ik had echt zoiets. Uh, Oké. Okay. En dat was ook al. Die had al iedereen afgebeld en je had al met iedereen. Ze dus kunnen nog eens de zin herhalen dat je gezegd had? De zin was uh, gewoon zo zo'n zo echt zwembad, dat zou misschien wel eens kunnen, of zo. Het is echt zoiets heel vaag. Zoiets non-committal. Kennen dat? Zo van, we hebben ons nog niet toegelegd op, maar dat was voor haar. Uh, zeg je dat, een goede. Verstaander heeft maar een half oor nodig. Of hoe zeggen ze dat? <laughs> dus, eh, dus die zei direct: van dat zal wel zijn. En, en ons, ons tuinhuis was ook uit elkaar aan het vallen, want er zat echt letterlijk een gat in dat tak. Dus ineens een nieuw tuinhuis, dan ook maar. En dan was dat ineens. Ook... Ah ja, want ja, je kunt toch niet. Zonder... <laughs> B &B, je kunt er niet staan hè, bekkers. Dus ja, uiteindelijk eh, heb ik nu een zwembad in mijn hand. Dat is het goede nieuws. En dat is allemaal cool. Dat is ook heel goed verlopen. Maar dat heeft wel wat voeten in de aarde. En het funnige ook aan mijn vrouw, en daar is die keihou in: is die kan keihou dingen regelen en er dan niet in wanneer dat de werken uitgevoerd worden. Dus die was met mijn dochter uh, op paardenkamp. Zij was een van de helpouders. En mijn dochter zat een weekje uh, paard te rijden op een manege in Pulderbos. Mag ik even zeggen: je ja, is, De rock and heen. roll comedy, de White, White, Lo Lo White Lotus is goed. Dus Paardenkamp, Manege Zwembad. Ja. En, en uw terug, gaat ook naar de nokkie. We zijn nog de kloot. Ja, ja. ja, maar ik heb wel nog geen zwembad. Nee, dat is waar. Maar nee, in uw appartement wordt dat ook heel moeilijk. Hè? Ja, maar nee. misschien maar rijken. Maar, maar wel een kas van een appartement ja, in het midden van de stad, <laughs> dat is anders ook niet slecht. Als je bij jou binnenkomt en je kijkt opzij, de gang naar uw living is via appartementen van de gemiddelde mens. Dus op zich, sava. We zijn goed bezig. Maar... Wat er dus ook was, en dan ik het allemaal nog erger. Hè. Ik ga nu sympathiepunten verliezen bij, bij mensen dat je niet meer vermogelijk houdt. Ik kon ondertussen wat dansfoto's. Voilà, opzoeken, lot, zo. <laughs> zo, zoek zo wat foto's van mensen die het echt niet goed hebben. Maar dus um, de, de straat waarin ik woon, mijn huis dat daar staat. Mijn, dat zwembad moest over mijn dak gehesen worden. Dat kon niet langs de zijkant. Dus dan heet er letterlijk een gigantische kraan. En ik zal ook uh, foto's doorsturen, Rijken, dan kun jij die erop zetten. Top. Maar er dat is, dat is, dat is een gigantische kraan in mijn, in, mijn, in mijn straat gestaan. Waardoor dat, en nu wordt het echt helemaal erg, maar we zijn niks als we niet eerlijk zijn. Um, er is een lijnbus die door mijn straat rijdt, die dus omgeleid is naar een andere straat voor een halve dag. <laughs> Omdat er een kraan my rich asses zwembad <laughs> over het dak aan het huizen was. En ik moet eerlijk toegeven, in een klein secondje vond ik dat niet erg. had ik echt zo ah. <laughs> En dan man. dacht ik... God damn, man, wat een foze gasten, Look at me now. La. I started on that bus. Ja, ja. <laughs> I started on the bus en nou the bus. Buses rijden around my house. Dat was zo dus, uh, dus ja, voilà. Aan uh, de um... andere kant, uh, ja, hoe doet het dat anders? Dan? Dat gaat niet anders. Dat is, dat is ook het ding. Uiteraard hadden wij dat niet gedaan als dat anders kon, maar dat was gewoon. Ja, en de, de, wat ook heel funny was, want die arriveerde om vijf uur s morgens. Hè, dus ik had mijn een wekker gezet, maar je hoort ook en je denkt dat is convoi exceptioneel dat er voor u deur staat. Hè. Dus uh, ik had ook al gaan checken dat de auto's allemaal weg waren, want anders zitten ook meteen. Want dat was ook letterlijk borden in de straat, iedereen een brief in de bus van zie dat er hier niks staat. Voor mijn het was voor mijn zwembad, eh, van mijn zwembad. Van mijn nerf. Dus het, was, het is echt het is de ene walgelijkheid na nou, de andere. Ik kon er niet om doen. Ik, ik moet ook eerlijk zijn, was eerlijk mijn, dat was iets in mij. dat ik zo schaamde. Zo, dat ik er zo zat van oh, fuck, dat meen je toch niet. Dat ik nu die gast ben en... Uh, Uiteindelijk had ja, die kraan die gaat de lucht in, maar die is meters hoog. Hè? Dus dat is... En, en hoe snel dat die dat ook gedaan hebben, dat was waanzin. Hè? En ja, nu, nu ligt dat daar en nu heb ik een zwembad waar ik zelf nog niet in gezeten heb. Dat is ook het beste van allemaal. Want is al, hè, dat, 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 uw dochter is al komen zwemmen. Mijn, mijn, mijn dochter met haar vriendinnen er heeft al iedereen gezeten. Maar dat was elke keer als er een dag was dat, dat het zou kunnen, had ik te doen. Dus ik heb er eigenlijk nog geen ene keer in gezeten, maar ik hoor dat ze er blij mee zijn. Dus dat is wel tof. Nou, het ziet er wel kei goed uit. <laughs> het, het ziet er goed uit. Het ziet er chic voilà. uit. Maar ik moet dan ook wel zeggen: dat het past bij het huis of zo. Ja, ja. dat is wel waar. Ja, dat hij op zich denk ik dan ook weer van. Er is dan ook nog altijd zo die een ene in mij. Zo, zo, ik heb ook een tijd echt geen geld gehad. Dus ik kan nog altijd zo kijken naar die dingen en denken. Als ja, je het moet verkopen, dan hè, dat is dat toch een meerwaarde. Zo. Dus zeg je toch zo. Ja, die kleine, je Ja, zo in dat zwemmen met beten zo. een <laughs> een Vlaming, die dat er toch zo nog ligt en zegt. Oh, ja, pas op, hè, Het is niet weggegooid geld. Eh, zo dat. Ja. Dus dat zit er dan toch weer zo ergens nog in of zo. Terwijl dat aan de andere kant is. Aan jou, zon in een opblaasbare matras dat je er ligt met een cocktail. Hey! Nou, en, dus, het is wel zo. <laughs> ik moet dat wel zeggen. Ik denk dat mm. zo'n jaar of vijf geleden is dat dan maar ik denk dat de corona ook wel gezorgd heeft dat heel veel mensen hmm. natuurlijk relatief want het blijft een duur investering, maar de tijd dat dat alleen meneer de dokter was of zo, dat is hmm. wel voorbij denk ik. Dat werd mij zelfs gezegd door de mensen die het zijn komen plaatsen, want die plaatsen er dus belachelijk veel. Ja. Dat was echt mega druk, dus je zei ook van dat, dat doen wij een hele tijd. Dus er is een zeker. En weet, wat mij ook opgevallen was, en dat is echt uh, iets dat, dat ik niet stilstond, totdat je, tot je weet dat je een zwembad zou hebben. Maar als je over um, Antwerpen vliegt, dan zie je dat. Dat veel mensen een zwembad in hun hof hebben. Dat je echt denkt. Wauw, en echt opmerkelijk veel. Dat je niet het gevoel hebt van. Dat is die ene in in heel de gemeente die dat, dat deed. Nee nee, dat is letterlijk de helft van de gemeente. De verschieten echt heel hard ja. van. Dus uh, ik ben dat hier allemaal aan het goed praten. Dat allemaal... Maar dat is goed dat je goed dat, uh... dat is goed, hè. Zoals hm. we het toch nog zo wat draaien en kruipen, terwijl... Uh... Hey, man. I never claim to be a man of the people. But I try to be a man for the people. <laughs> zo, is het. zo is het. maar net, Andries Bekkers. Ah. <laughs> oh, er, er is toch niks zo fijn als zo'n rich guy zijn aangezien verantwoorden voor zo'n... Dat is wel waar. Dat is wel waar. Is... In, onze, in onze... Guilty in onze, as charged. In onze big-ass studio hier. <laughs> Zou <Zal> wel zin. <laughs> <laughs> Damn! <laughs> Misschien uh, nog eentje, want je hebt natuurlijk nog iets meegemaakt uh, deze zomer. Uh, Yesterday I was half the man I used to be. <laughs> ja, man. Come on, Farinelli vertel eens <laughs> hoe, <zijn. laughs> hoe zit het hier? Ja, ik zit in ieder geval nog niet in dat zwembad kunnen gaan zwemmen. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat zal wel zijn. <laughs> Ja, Zie je dat je kan, hè? Dingen <tie> en dansen. Oh, <tie> ze? Ja, dat hebben gedaan, hè? Zie je, jongen. Oh, niet normaal. Shimona, <laughs> <tie> 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 <Huh? tie> <tie> Shimona. Um, ja, ja, euh, ja. Ik heb het. Uh, het is gebeurd, hè? Het is gebeurd, hè? The, Zoals uh, Erik uh, van Looy het altijd uh, zo mooi zegt. Uh, het is gebeurd, het is gebeurd. Uh, ja, de schaar is erin gezet. Uh -huh. Sterilisatie, ja. ik uh, yeah. gave in. Uh, ik heb natuurlijk uh, gevochtelijk een leeuw ertegen, <laughs> maar uh, ik heb... Fought het, uh, like a lion. <laughs> om, het, uh, ...om het uit te stellen en mm -hmm. om het te doen. Ik denk dat ik echt elk argument, uh, argument op tafel heb gegooid. Het is ook echt fantastisch dat je zo... Hè, als dat dan ter sprake komt... Ik, bedoel, ik heb één kind, ik ben er ongelooflijk blij mee, dat hij lang geduurd... Ik, goeie kind. Ik, een goeie kind. Dat is een goed kind. Ik heb, ik heb altijd gedacht van, ik wil wel een kind, maar... Uh, Kinderen was voor mij een deel van het leven, maar niet iets waar ik dagelijks mee bezig was. Er is er een dolgelukkig mee, het zal bij één blijven, allemaal geen probleem, maar dan komt de sterilisatievraag en dan heb ik precies toch zo'n een of andere Ark van Noé-achtige <laughs> voortplantingsmissie of zo in mij, dat ik dan van die scenario's begin te denken aan, alsof ik, dat ik op een of andere eiland terechtkom en een volk moet creëren ofzo. Dus, er dus, kan misschien nooit eens een moment zijn ja, voordoen. doen ja, ja, dus... Uh, dus ik, dat het voortbestaan van de mensheid van mijn zaad gaat afhangen. Ja, dus... Uh, alles, maar ja, natuurlijk, en dan is er... Ja, de Queen Mother of All. Shut the fuck up, Kaarten. Namelijk, als uw vrouw natuurlijk uh, zwaar ziek was, is en heeft gehad en een hormonentherapie zit, dan voelde dat zo die mannelijke aanstellerij dat dat echt smelt. Als uh, sneeuw over de zon. Dat zijn we ten tijden zoiets. Dat is, zo, dat is, ambetant, hè? is een goed argument, maar dat is uh, da, vervelend. Dat he? is Ik vervel heb dat ook niet gehad. Uh, nee, nee. <laughs> <laughs> dus, uh, het, het, is dan, het is dan gebeurd. Um, Sterker zelfs, uh, het was zelfs meer dan dat. Mm -hmm. Het zal het dan ook maar vertellen natuurlijk, want ik uh, zal het twee delen vertellen. Het is it's, op... it's a two-parter. Yeah. <laughs> okay. It's a two-parter, It's a half-parter. Uh, uh, it's a two-parter. Now it is. Um, dus ja, mannen die het nog niet gehad hebben... Uh, het is wel grappig, want ik weet... Uh, er zijn, eens, dus is met veel dingen. Hè. Eens dat je dan iets doen, waar je eigenlijk waar niet zo heel veel over gebabbeld wordt, of het is in een lozele context. Eens dat je het dan gedaan hebt, dan ineens blijkt dat heel veel mannen al ondertussen al gedaan hebben. Dus ik mm -hmm. denk dat er ook niet echt een taboe op rust. Maar eerlijk, ik moet echt toegeven, het, het is letterlijk iets van niks. Uh, het zijn uh, twee kleine knipjes uh, aan de zijkant van het, uh, de zak. Om het zo te zeggen. Dus daar kun je het al niet op steken, geweest. De Honoré de balzac. Voilà. Je kunt het ook niet gaan steken dat het een lelijk liedteken is, want... Dat zie je er niet? Dat zie je er niet. dat je verrimpelde, nou noepe roemel zie je dat toch niet meer. Nee, nee. Het is echt als... In die lege Het is echt letterlijk... Natuur gaat geen helpende hand geven om een argument te vinden waarom je het niet zou doen. Ja, ja, ja. Het is... Maar ja, wat bleek... Allee, dat is op zich niet. Dus daar hebben we veel mensen. Maar ik had ook een. Uh, we're going uh, seksuologie uh, in het laatste stukje nu. Oké. Okay. Uh, ik had ook een uh, vernauwde voorhoud. Oké. Okay. De vernauwde voorhoud, ook wel gekend als lingo de Spaanse kraag. De Spaanse kraag. Kijk ja, eens aan. Wat... De Spaanse kraag heeft de orkaan doorstaan. Ja, wel. De mannen blijkbaar niet. Dus, uh, maar het is echt letterlijk ook wel zoals je uit de lessen Even uh, hey, wat was dat? De ik besetting? zie nou Rubens-beelden voor mij. Met, ja, uh, met iets dat heel ongemakkelijk is. Ja, dat, dat ziet de... er onaangenaam Wel, ja. Ik denk okay. dat het daarvan een beetje komt. Dus wat moest er dus ook nog bij gebeuren? Dus dat, dat, is, dat, dat is eigenlijk een ophoping van zo ja. Klopt dat? Ja, dus eigenlijk, dat is iets dat. dat, dat Wegens dat... te, te rigoureus gebruik <laughs> in het verleden? Ja. Of... <laughs> Ja man, deze is the gift that keeps on giving. Deze for all. <laughs> ja, 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 okay. Sorry, maar het is te goed. Ja, ik bedoel, er zijn <laughs> verschillende redenen voor, maar natuurlijk. <laughs> <Laten> sure man. <zien. laughs> <laughs> whatever you say, buddy. <laughs> oh, spartelen dat is toch. <laughs> ja, dat zou wel zin. Ze doen like ja. like dansen, lekker rond spartelen, ze doen spartelen, lekker rond dansen. Fatman en Robin. Hè? <laughs> Sorry. In ieder geval, dat komt inderdaad door wrijving. Ik zou niet weten hoe je wrijving op die plek kunt krijgen. Ik weet het ook niet. Ik kan het mij niet inbeelden. Totaal onmogelijk die beweging voor te stellen. Maar in ieder geval, misschien dat er wel mensen niet ermee zitten. Dus als we educatief kunnen zijn, op een of andere manier, laat ik het niet liggen. Dat is wel iets, dat kan dat Bij mij weet ik het 20 jaar geleden of zo, dat het een beetje branderig is of zo. Ik kan niet ja. zeggen brandplekken, dat denk ik iedereen al wel eens met seksueel contact misschien gehad of zo. In <laughs> ieder geval en als niets, you're missing out. <laughs> in ieder geval um, dat kan lang geleden gebeurd zijn. Mm -hmm. Wat doet een lichaam met elk ding, elke plek? Um, als er een soort wonden is, dan gaat de huid zich versterken. Ja. Hey, dat is een typische Natuurkundige reactie, er is mm -hmm. niks mis mee. Uh, dat is ook met litte, littekenweefsel, het wild vlees. Dat, dat zit allemaal wat in die dingen. Dus wat mm -hmm. krijg dat kan soms zijn dat je dat eigenlijk niet meer doorheet, maar dat wordt gewoon een beetje harder. Ja. En in de loop der jaren kan dat harder worden. En misschien, ja, dat wordt zo. Dat is niet onom te minder keren. Minder elastisch. Minder elastisch. Mm -hmm. En ik voelde dat wel een aantal jaar geleden dat dat al wat minder. Dat dat. Hé, dat ja, dat er, oh. Als het erover was, dan ging het er niet meer zo gemakkelijk terug voorbij. Uh, in ieder geval, de Spaanse kraag is real. Massa's mensen hebben dat, nou ja. of toch in mijn veel. Wat doen ze dan? Sure, buddy. Wat zegt dan de uroloog? Hij zegt, ah ja, dat kunnen we eigenlijk perfect oplossen. Um, dat is eigenlijk met gewoon een old school besnijdenis. L'Achaïm. L'Achaïm. Mooi. Uh, ja, de besnijdenis die, we, die natuurlijk zeer gekend is, omwille van religieuze redenen, mm -hmm. uh, uh, of zeker, zelfs in, denk ik denk, in Amerika hebben nou iedereen... Keiveel, hè. Uh, de, meest, de meeste mannen ja. zijn daar Maar besnijden. bij ons is dat eigenlijk mm -hmm. toch meestal te zeggen dat je het omwille van hey, moslimkindjes of uh, islamkindjes... Ja, of, of joodse kindjes. Of joodse kindjes. Ja. Mm -hmm. Maar in ieder geval, een 45-jarige man kan dat dus ook hebben. Dus wat zegt de uroloog, uitstekende uroloog trouwens... Um, Professor of dokter Dervo. Ja, Devot, goed gedaan. Devot Milanis Deule, fantastisch. Ja, ik grote fan van uw werk. Ik heb het al van dichtbij <laughs> ja. gezien. Het uh, was prachtig. Dus ik van ja, laten we het dan <laughs> gewoon tegelijkertijd doen. Hè? dan is het ja. ook. Uh en dus ja, is voilà. dat gebeurd. Dus ja, ik wist dat het wat, 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 dat het wat meer ging zijn. Dus het was ook naar kozen. Want je kunt dus de sterilisatie ook plaatselijk doen. Maar ja, bij mij was dat eens in één keer. Dus nog eens ondernarcose geweest, dat was ook wel even geleden. Uh, ja, dat is er nog vlotter op gegaan, dus dat is, in een mum van tijd gebeurde dat. Maar ik geef toe dat ik toch dacht, me dan een klein beetje op te zoeken: van ja, dit is. Ik was toch wat zenuwachtig, want ik had dan eerlijk, ik wist eigenlijk niet wat, Je weet wat een besnijd is, je, je, je weet wat dat is, mm -hmm. maar eigenlijk weten we ja, ook niet wat ja, dat, dat ik is. Als je veel Amerikaanse porno gezien hebt, dan weet hoe dat, ja. dat eruit ziet. Maar dat is wel, ja, nee, dat is zeker niet iets dat bij ons courant is. Hè? Nee. Wij doen dat niet. Hè? Nee, en ook, ja. het ziet er anders uit. Mm -hmm. Ja, ja ja, ja. Doe, ja, ja. Het is ook niet raar. Dus ik, ja. dus ik word wakker. Ja, het en is ik... meer Hiroshima na. Nou. Ja, ja. Ik, <laughs> <laughs> ik paddenstoelwolk. Ik, dus ik word wakker. En ik, ik, en ik weet dat ik wel oké okay was, want dat is niet zo'n zware narcose. En ik dacht, ja, fuck. Ik zit met dat tekenske tot hier in de. Hè, wat is dat? De, na de operatiekamer. Mm -hmm. Ja, en ik had toch een moment of zo. Dat ik dat, ik dat deken vast had. Is it still there? Ja, en ik, en, ja. Ik, en ik doe dat ding naar boven en ik zeg zo, ja, en dan zie je zo. Ja, een hoop windelen. Mm. Ja, je hebt dat door mij gestuurd als mummy dick <laughs> ja. Ik moest er wel mee lachen. Ik vond dat wel heel funny. Ja, en ik, en ik keek zo, en, en dat was wel zo van: ah ja, mm -hmm. ja, oké. Okay, ja. Uh, maar ja, dat zit er dan ook allemaal. Hey, ik zit ook, ik zit, ben lid van de gemiddelde club of zo, maar dat ziet er dan zeker ook niet groter uit, waardoor dat je dan toch in je kop ook zo. Er is een stuk. Ja, en ook, dat zijn van die clichés, maar ook voordat je binnengaat, oh. je vraagt ook uh, de ingrepen zijn dit en dit, dat wordt ook nog mm -hmm. eens gevraagd. Allee, ja, zit, ja. En ik weet dat je op dat moment. Het reputeren van de. Nee, 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 nee. Je kunt er veel over zeggen, mm -hmm. maar dat, dat ding, ja, you take it for granted, hè? Ja, 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 waarschijnlijk. Totdat je ineens doorhebt dat het ongedaan er iets aan gedaan moet worden. En dan denkt je zo, oh wow, oh, wow. Oh, oh, oh. Ja, en dan en uiteindelijk, mm -hmm. maar goed, op zich alles goed verlopen. En dacht nadien gaat die windel eraf. Ja, en dan zie je het. Ja, en dat is natuurlijk met alles zo. Dat is een beetje opgezwollen en dat, dat, dat mm -hmm. hey. Je al discussiëren of dat het er ooit hè, dat het mannelijk lid is niet het mooiste ding in de natuur Maar goed, ja. het is wat het is. Nou, maar goed, het is, maar dan is... eerder handig dan schoon. <laughs> maar dan is hij in ja, dan ineens is dat. Handig. Bloot. Ja. En hij had wel gezegd, een dokter had wel gezegd van ja. Ik zeg, wat moet ik doen? Ja, ik zal je wat pijnstillers voorschrijven als je, voor, de, voor de operatie. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb er geen ene gepakt. Dat was niet het probleem. Ook die, die sterilisatie, ja, ik zeg het, de grande kaart die doe je doet even niet. Mm. Maar ja, wanneer ja. doe ik die wel? Ja, ja. meestal als ik bij jou thuis kom, hang je tussen twee stoelen. Zo, toch even een beetje te ja. rekken. Voilà, dus dat was... Dat, dat, dat Jean-Claude. Met veel plezier deed ik dat niet. Maar dan... Uh, ja, dat is bloot nu. Hè. Ja. Dat is hè. Ja, dat, ja ik... ik je kan het mij wel en niet voorstellen. Alleen, ik kan dat denk ik inbeelden hoe dat voelt. Maar ja, ik heb het natuurlijk niet. Het is, niet, dus dat we, dat, het is dat, vooral dat je iets erover aandoet, doet. Ja, ja. okay? Niet en je loopt ermee rond. Ja, dus ja. Een, een onderbroek, ze zeggen wel, ja, doe iets doe spannender aan of zo. Maar dat is op zich ook niet het probleem. Dat het niet te veel beweegt. beweegt. Ja. Maar ja, ook de broeken en zo, dat je, dat je aandoet en dergelijke meer. Dus ik zit zo thuis en, en, ik, en ik, dus de pijn is weg. En je voelt je ze eigenlijk De narcose is, is weg de volgende mm -hmm. dag. Het verband was eraf, dus het is. Ja. En, en dan ineens begon me een Frank te vallen, omdat ik het begon aan te doen van. Holy shit. Ja. Ja, ineens klopt de natuur. Ja, natuurlijk is dat gevoelig. Dus een reden ja. omdat dat dat gevoelig is, maar dat is niet. Je hebt dat niet gewoon gehad, dat dat bloot staat. Ja. Dus, alles wat dat tegenkomt, gewoon al gaan slapen, het kleinste lakensje. die ik weer gek ja. dus zat ik zo, lekker een, like een oude mens, zo op mijn zijkant met een kussen tussen mijn beren te slapen, <laughs> dat hij, dat hij niet tegen mekaar kwam. Ja, 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 ja. Ik had ja, ja. geen oog dicht geland. Nee. Want dat is geen pijn, maar dat is de hele tijd ja, de, zo... ja, je krijgt de hele tijd zo uh... ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, dus die permanent state of arousal. Voilà. Dus die volgende dag, <laughs> ik denk: man, 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 wat, 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 ik begin op te zoeken en dat zo, ja, het kan wat gevoelig zijn. ik zeg: het het kan wat gevoelig zijn, maar dat, dat, dit is gewoon mega gevoelig. En dan bleek, dan las ik wel na ja, een paar weken, weken, gaat dat dan wat rustiger aan worden, want er gaat dan een soort velken overkomen, bla bla bla. Ja, 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 en zo, ja, ja. Dus ik denk, het zal allemaal wel. Gelijk over een pudding. Ja. Gelijk over een pudding. <laughs> een, een gekookte pudding. Mm -hmm. uh, en ik denk bij mezelf, ja, ik kan ik er niet op wachten. En ik denk, wie ken ik dat dat heeft? Ja. En natuurlijk. De man die alles heeft gehad in zijn leven. Uh, de Pedro, natuurlijk. Dus Pedro de Pedro Elias. Elias. Dus ik denk, en ik denk letterlijk bij mezelf... Die heet dat toch ook volgens mij? Volgens mij heet je dat. Mm. Maar ik was niet 100% zeker, maar ik tegelijk ook wel. Dat is ook zo'n rare telefoon voor te doen, nee. dat je niet helemaal maar zeker bent. Dus, ja, ja, maar ik wist... Ik, maar ik kon gewoon... Pedro, even iets anders. Ik wist dat zo wat... Dus ik denk, ik stuur een WhatsApp. Ja. Hè? En ik stuur een WhatsApp naar hem. Je zegt, hé hey Pedro, uh, ik, ik ben besneden uh, op een of andere manier. Ja, zit hij in mijn kop en ik heb je daarna gedroond, maar jij hebt dat hoek gedaan. Nee. De eerste reactie: er heeft duidelijk iemand niet naar de standaard ...podcast-award-winning-show-patiënt-Pedro gekeken. <laughs> dat was het eerste wat ik binnenkreeg. Ik zit daar zo wat te kronkelen op de zetel. Ja, ja. Ik zeg, jawel, 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 dat is juist. Uh, dat is juist, jawel, jawel, wel. Ja. Ik zeg, ja, uh, dat is supergevoelig. Uh, dit en dat. zeg, Wa, wat gaat er gebeuren? Kun je aan mij wat... En dan typisch op zo'n of zo. Ja. Ze hebben de ziel van een piemel eraf, hè. Dus heel van m'n piemel is <laughs> dood, hè. En, en, en ik stond er echt zo, jas! Yes! Ik, ik wil gewoon weten... Ik wil, ik wil weten, nu iets uh, Ik wil gewoon weten of dat <laughs> weken duurt of niet. Een jaar heb ik geen jeansbroek kunnen aandoen, maar dat stopte niet met van dat oh. drama ding. Dat ik zo dacht, hier heb ik niks. Je hebt de verkeerde ja, gast ja. gevraagd. Dat is een hypochonder, Andries. Als je dat vraagt om een hypochonder, dan duurt alles tien keer lang. Die is waarschijnlijk nog niet genezen. Negen van de tien is daar nog niet oké okay met de Pedro. Al is dat tien jaar geleden. Maar, uh, dus dat was wel, dat was wel grappig. Uh, maar uiteindelijk heeft hem uiteraard wel geholpen en zegt van dat, dat komt wel goed en zo. Maar, um, en dus wel, wel het is ook wel veel beter. Je voelt ook. Je hebt, geen, je hebt niks erg. Hè? Dat voelde nee. ook heel hard. Maar het is wel zo. De eerste, eerste dagen dat je zo gaat slapen of zo. Je kunt er niks te dragen. <laughs> je kunt niet op je zij liggen. En ik zit dan eigenlijk al aan de zij slapen. Dus dan lig je zo. Wat half naakt met je benen open. Je bent <laughs> te slapen. Maar oh, zo. Man. Ja. Je wilt, niet, je wilt niet een top drone shot dan... Google Earth. Maar dan, maar dan dat je dat dan ligt. Uh, in ieder geval, het is, uh, het is de goede kant. Gelukkig ga het, het is het hard in het begin, maar het gaat heel snel de goede kant op. Dus ik ben nu eigenlijk al oké. Okay, ik kan... een CD van Ox gisteren, hoe kan het? Op... Gisteren, ook maar uh, ja, het was, uh, ja, het zijn zo de kleine mannelijke dingen op leeftijd. Maar het is wel zeker het steriliseren. Daar moet je eigenlijk niet over aarzelen gewoon sowieso doen ja. um, en 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 het is iets van niks je kunt het ook tegenwoordig omkeren en zo ja. maar het was toch weer zo raar ja, dat je zo denkt ja dat ja. zijn zo de, de mannelijke dingetjes ja. en je loopt natuurlijk ja een beetje een beetje bobbejaanland uh, cowboy-achtig ja. uh, poor cowboy ja and de long long way from home ja maar uh, goed, ik ben er nog en uh, je zit er nog Onvruchtbaar is fuck. Ja, yeah, man. Je kunt iedereen vol blaffen met pus. En er komen geen kleine bekkerskus meer van. Nee. Is dat omkeerbaar eigenlijk? Ja, ja. ja, maar even even. Even onlangs gedaan dan. En je en die hebt die heeft nog een, een, een nieuwe dochter. met een nieuwe relatie. Uh, okay. gemaakt. Dus, dus het kan wel. Het kan. Ja. Ja. Ik denk, er wordt wel gezegd dat het ook. Uh, dat je het ook niet jaren kunt laten, maar bij een was het volgens mij toch, toch even. Dus uh, nee, het is zeker niet. Nu, ik denk wel dat je het, als je het laat doen, doet het natuurlijk wel in de wetenschap. Ja, met het idee dat je het ook niet ik ik doen. Maar ik vind ja. dat wel geen onaardige gedachte dat indien. Hè, ge dat, weet, doe, no dat doe toch een beetje niet. Allee, want omdat gij... je gaat het ook nooit niet allemaal wetten. Want je weet hoe dat het gaat, dat is met alles zo. Als er iemand in de vriendenknik een zwembad is, dan neemt de rest er binnenkort ook in. Als ze zich lot steriliseren in de vriendenkring, dan <laughs> <laughs> de druk oh groot worden. De toekomst ziet er echt niet goed uit. Ja, hè? maar je weet dat je gaat aanleggen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. Want ik heb, ik heb wel dat gesprek even gehad. Omdat, um, mijn vrouw heeft uh, een, een lichtjes verhoogde uh, kans op borstkanker, omdat ze wat in de, in de familie zit. En die, die heeft een, een ja, zo hormonenspiraal. Hè, zoals dat. En, en ik dacht even: van ja, die hormonen, dat is toch allemaal niet zo heel goed. En dit en dat. En moet ik dat dan misschien niet ook doen, zodat jij die stuff niet meer moet pakken? Zodat ik dan hè, een goede man ben, heet dat dan tegenwoordig. En um, vroeger sloegde die niet af en worden een goede vent. Nou, nice is Maar in ieder geval, dus. Um, ik had dat wel voorgesteld. Die heeft dat toen gezegd aan haar uh, gynaecologen En die zei, nee, dat is allemaal niet zo erg en dat moet niet. En, joh, je kent mij, een half woord is goed genoeg om <laughs> te zeggen, in dat geval, <laughs> laten we het zoals het is. Maar natuurlijk, uh, ik ga het niet cooler doen dan dat ik ben, mocht mijn vrouw uh, in dezelfde situatie zitten als die van u, of die zou zeggen... zeggen dan zou ik dat ook doen. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, kan er niet een ozel over doen. Ik ken ook een aantal mannen die het al hebben laten doen. Jij bent ook niet de eerste. Maar je gaat er wel, en dat gaat je misschien wel graag horen... Um, ik heb één iemand gekend, en die zal ik niet bij naam noemen, die het heeft laten doen. En hoe dat die in een week rondliep, dacht ik, dat is de ingreep der ingrepen. En dat had je totaal niet. So, nee, you, ik ha had... you handle it way ja, ja, ja. better. En ik moet zeggen, voilà. ik, heb, en ik heb dit meegemaakt, want dat had ja. ik nog vergeten te vertellen. Dus ik had snel door dat de... de, de... Dat dan niet mijn. De pijn was. De pijn, nee. of niet het gedoe ging zijn. Maar dat ik dus ook die fout had ik ook gemaakt. Ik had. Uh, de besnijdenis is opgezocht. Mm -hmm. Op Google. En dan afbeeldingen gedaan. Ja, ik heb het nu. Ik zijn de nog aan het kijken. En ik vind het uh, zeer onaangenaam. Er worden niet vrolijk thuis. van. Hè? <laughs> het is vooral de T. Zo dat, dit en dan dat. En dan pellen we dat eraf. En... Ja, vooral ook. Ja, man. Het, het is ook. Uh, Meestal van die dingen zeggen van, ja, maar zo zal het dan niet ongeveer geweest zijn. Ja. Maar zo was het wel. Ja, ik denk het wel. Ja, dat is ook het geweest zijn. Het lijkt heel hard... Het ziet er in ieder geval herkenbaar uit. Ja, zo'n sleutel dat ze er ook in maar dat is ook tof om te zien. Ja, en inderdaad... Kun je daarna de een mee starten eigenlijk? Geen idee, maar ik kan wel Oppenheimer in het klein spelen. Dat is wel gaaf. tof, ja. Fat Man en Little Boy, zo heten die twee bommen. Kies maar welke dat gaat. ze. ken dat vroeger, dat ze zo... Ik zou toch gewoon voor Fat Man, dat je dan toch moet kiezen. Op die filmschool, dat ze zo in zo'n schoendoor zo zo ja. wat is dat dat je zo daar hoe noemt dat dat je, dat je zo een klein zo vroeger zo filmprojecten dat je zo ja. special effects zet... door die kijkdoos. kijkdoos ja. toestanden zo zie ja. ja. van een Bart misschien in zo de zo. slaapkamer na altijd enola gay opzetten als je er als je er voor gaat. <laughs> enola gay ja kijk hoe man. alright dus maar uh, uh, ik ben er nog uh, je zit er nog we uh, uh, zijn er nog ik vind het ook wel tof dat we onze ja, fancy schmancy studio direct uh, met deze. Met deze hoop nonsens hebben kunnen inwijden. Kunnen inwijden hè. Dat is uh, zoals het hoort. Hè. Voilà. De, um, Marijke, misschien nog heel even, want jij zit er ook in uw hoek. Yes, goedendag. Uh, ja, stem... Ik ben hier met heel veel knopjes bezig, dus ik wist me even niet, niet heel uh, Ik kon u niet te hard afleiden, maar ik wil toch dat jij ook even. Uh, allez, ja, u ook welkom heten in de nieuwe studio. Dank hè. We zijn erna met drie. Dus uh, jij doet ook wel een beetje een goede zomer achter de rug. Zeker, hè? zeker. Ik heb echt het Rockster-leven geleid. <laughs> ik heb heel veel festivals gedaan. Ja. Heel veel coole shit gedaan. Dus ja. uh, super, super En vertelt vertel er misschien toch eentje? Voor, uh, oh, er was toch één avontuur bij dat misschien wel de moeite was om te vertellen. Ja, ja. dus <laughs> ik ben, uh, twee weken geleden kreeg ik het uh, mooie bericht van uh, Jens de Vos. Om uh, naar Zwitserland te gaan voor um, daar een festival te shooten, genaamd The Riverside. Mm -hmm. um, dat is echt een mega weird festival. Je hebt daar een Route 66 stage. Dat is zo wat uh, um, ja, blues rock van achter de hoek. En ja. dan op de andere stage staat staat Limbischit, Megadeth, Manowar, dus is best grote bands. Ja. Dus ik zei. Uiteraard wil ik gaan. En uh, de Jin zei ook: van ja, pakt iemand mee als second shooter. Ik zeg: Ah, dat is goed, ik pak een Emiel mee. Ja. Wie is een Emiel? Een Emiel ken ik van bij de Kafka, hij is ook huisfotograaf, doet voor doodsenskader dingen, hij heeft deze zomer ook wat festivals gedaan, dus perfecte slachtoffer om mee te nemen. Mm -hmm. uh, we moesten daar vrijdag zijn om twee uur of zo. Uh, dus ik zeg: Ja, we vertrekken donderdagavond, dan hebben we zeker tijd genoeg om daar te geraken. Ja. Alle chance dat we die een tijd uh, hadden. En anders hadden we er niet geraken. We zijn uh, vertrokken in het ziekenhuis. Want Emile had het geweldige plan om twee heel zware bekken. Um Camera geeft tegelijk op te heffen, met als gevolg dat hij een uh, ver verrokken buikspier had. Dus die nee, jongen kon niet als een, wandelen. Dat was een zeer millennial verwonding. Uh, <laughs> ja, <laughs> ze het... moesten nu zeep pakken, en het ging al niet meer. Ja, het ding was ook, ik dacht ook, <laughs> die stuurde naar mij, ik kan niet meer wandelen. Ik, allee, ik heb buikpijn. Ik dacht ja, die net een beetje stress of zo. Ik zeg, ja, ik heb geen daffelgans, maar we zullen dat wel regelen. Ja, die, die komt aan, Ik kan niet meer wandelen. Ik zeg, oei, dan zullen we maar even naar de spoed rijden. <laughs> dus ja, daar in de spoed. Die zeggen, ja, ik heb een vrokke buikspier, daar kun je eigenlijk weinig aan doen, buiten wat pijnstillers pakken en um, rusten. En wij zouden, ja, we moeten naar Zwitserland een, een festival shooten. Die zo... Dat is wel cool, maar je gaat wel even zien. Um, dus fijn zwat. Wij vertrekken daar tegen een uur of wat was het, tien elf of zo. We rijden een beetje verder en dan um, zegt ineens de auto storing in motor. <laughs> en dan denkt ook dit kan niet. Um, dus wij bellen naar een touring en die zegt ja, je mocht eigenlijk niet verder rijden. Mm -hmm. En wij zo ja, maar ja, we moeten naar Zwitserland. Ja, in dat geval rijdt maar door <laughs> en zie maar wat er gebeurt. Dus uh, wij, ja, met dat lichtje rijden naar uh, Zwitserland. Mm -hmm. Eerste dag... Uh, we, zijn er, we, we rijden in Zwitserland binnen en dat lichtje gaat uit. En we dachten, ah, voilà, hier begint ons geluk. Ja, ja. Nee, 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 Het geluk uh, begon niet. We gaan <laughs> naar dat festival, dag één goed geshoot, uh, heel tof verlopen. We gaan naar het hotel en uh, Emile wil zijn kamer binnenwandelen. En ineens zegt die deur, alle die deur gaat gewoon niet meer open. Die zegt niks, die gaat, die gaat gewoon niet meer open. Uh -huh. Dus uh, ja, dan is het drie uur s nachts, Dan denkt ook, je wilt gewoon slapen, want je hebt al weinig geslapen, veel de niet achter de rug. Uh, We bellen die conciërge, ja, die concierge ook in paniek. En ze zeiden: Dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Ja, ik weet niet hoe lang dat hotel al bestaat, maar ik vermoed toch al heel <laughs> lang. En de deur gaat niet meer open. Dus ja, uiteindelijk heel weinig geslapen. Um, de Emil is dan even bij mij komen chillen op de kamer om 6 uur ochtends. Ik, ik had stonden. de Emil eigenlijk zo ver als mogelijk het mijn buurt houden. Want <laughs> ja. je brengt geen geluk, heb ik de indruk. Ja, um, zijn werk is Sorry, heel moe. Dus. Um... <laughs> Dus ja, uiteindelijk om zes uur s ochtends stond hij terug aan die balie. Die mensen zeggen: Ja, we krijgen nu niemand te pakken. Maar ja, al die zijn spullen stonden wel in die kamer. Hè. Dus het was niet Die zo van: Ja, heb je je deur van buiten, want we hadden een terrasje op onze kamer opengezet. Ja, nee. En langs een andere kant, ook al zou dat openstaan, dan had hij die een of andere kraan moeten gaan halen om toch binnen in die kamer te gaan yeah. Ja, fijn zwet. Uiteindelijk hebben ze het toch opgelost. Ik weet niet hoe, maar ik kon zijn kamer terug binnen. En sindsdien is eigenlijk alles heel goed verlopen. En okay. dan misschien om dan een Emile toch nog een mooie afsluit te krijgen. Mm -hmm. uh, Limbiskit heeft die, dat weekend ook moeten spelen. En de fred van Limbiskit heeft gisteren um, als enige van heel de zomer zijn foto op Instagram gepost. Oh. Wat toch wel super cool nice. is. Oké. Okay. Dus um, na al zijn pech heeft hem toch iets schoon gekregen. Dus Emile Villefond, voorals je hem zou willen volgen, mm -hmm. mega cool dat de fred het gedaan heeft. Mm -hmm. Ja, en de Fred heeft wel geen credits gegeven. Dus uh, ik dacht, ik ga het hier aan toe. Dan doe de jij het even. Ja. Is het deze? Ja, het is een die. Dat is een die. hele coole foto van ja, mij. Dat is wel een mooie foto. Heel, heel, heel graaf. Ja. Dus, maar dat is ook wel een serieuze ketting rond deze. zijn. Ja, dat was, en dat is, ik vond keer, dat was heel graaf. Ja, right. kijk dus, hoe. Uh, Hola. Bedankt aan Jens ook voor de kans. Supercool. Ja, right. Jens de Vos, uh, heeft al bij ons gezeten, ook uh, trouwens. Goed, alright, cool. Dan, uh, goed dat het eind goed al goed was, Marijke. Uh, hier zitten we dan met drie in de nieuwe studio. Vanaf nu met gasten en zo. Dus dat is ook heel tof. Dus uh, merci, we zijn eindelijk terug. Dit gaat het zijn uh, vanaf nu. En, maar waarschijnlijk... de, ja, en ik zal zeggen, laat me in de comments weten wat er beter moet. Het kan zijn voilà. dat, we, dat we waarschijnlijk niet gewoon uitgedokterd krijgen, want uh, dit was al een uh, half duizend. Dit was, al... was al veel werk. <laughs> uh, maar ik uh, kan wel zeggen, um, als, uh, ook positieve dingen zijn welkom. <laughs> nee, nee, maar ik moet wel zeggen, in alle eerlijkheid: voilà. het, is, het is een pareltje. Ja. Um, het is wel een hele schone studio. Het is gewoon. We moeten zien dat we hem goed in beeld ook nog kunnen krijgen. Ja, dat, dat gaat waarschijnlijk ook nog een beetje gedoe worden, omdat we dat ook allemaal al moeten winnen. Dus bear with us. Um Waarschijnlijk zullen er nog dingen bijkomen doorheen de jaren... ...want we zijn uiteraard niet van plan om morgen te stoppen... ...want anders doet je deze niet. Voor iedereen dat terug luistert en kijkt... ...we are back. Hou het uit met ons, want the best is yet to come. Dat was het voor ons. Ik ben Alex, dat is Marijke, dat is Andries. Wij zijn welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug... ...when we make Monday great again. The first step on the road to recovery... ...is admitting you have a problem... Welkom bij de AA. Ah, ik zet hier een voor de zwaard. Als het ergens over moet gaan. zijn de beste! Naar de beste! Glimmers op de midden Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.